Op dat moment uh, dat ik eigenlijk uh, die onderneming had, was ik eigenlijk heel erg op zoek naar externe validatie. Ik wilde succesvol zijn en dat soort dingen. En uh, het jagen naar het dingen buiten jezelf uh, zorgde heel erg ervoor dat ik eigenlijk bij mezelf steeds meer vandaan liep. Dus ik ging heel erg in mijn hoofd le leven, ik probeerde een plaatje te leven wat ik wilde bereiken, inderdaad. Uh, maar daardoor verlies je heel erg de connectie met jezelf. Ben jij klaar voor de volgende stap in jouw ontwikkeling? Wij zijn Ondernemend Podcast. In de afgelopen jaren zijn we tijdens het interviewen van meer dan 50 succesvolle ondernemers achtergekomen wat de basisprincipes van succes zijn. Deze basisprincipes hebben wij verpakt in de Academy, waar we jou meer leren over mindset, vermogen opbouwen, ondernemen en gezondheid. Je hoeft geen ondernemer te zijn om deel te nemen aan de Academy. De Ondernemend Academy. Leer je namelijk alles wat je moet weten om te groeien als persoon naar de beste versie van jezelf. Door te werken met experts uit ons netwerk bieden we jou de beste kennis van Nederland. Ter ondersteuning daaraan bieden we een hechte community waar je kan verbinden met gelijkgestemden. Ben jij klaar voor de volgende stap in jouw ontwikkeling? Join dan nu de Ondernemend Academy en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Ondernemend, de podcast. Vandaag gaan we het hebben over ondernemerschap, maar ook over een stukje ademhaling en wat je daarmee kan doen ja, om meer uh, rust te brengen in je lichaam en geest. We hebben namelijk uh, Ruud van der Wiel hier uh, te gast in de podcast. Ruud, welkom. Hé, hey, goedemiddag ondertussen. Ja, welkom in de podcast. Supermooi dat je ook uh, zelfs op Koningsdag nog uh, hier langs wil komen om uh, wat over jezelf en over uh, ademhaling uh, te vertellen. Mm -hmm. Dus uh, welkom bij Ondernemend. Uh, Ruud, zou je voor de luisteraars een uh, stukje willen vertellen over uh, ja, hoe je eigenlijk begonnen bent? Want je bent begonnen als ondernemer, of ja, in ieder geval zeker. op een gegeven moment bij gaan ondernemen. Daarvoor uh, ja, heb je ook in loondienst gewerkt. Ja. Um, zou je iets over dat stukje geschiedenis willen vertellen en ja, hoe je bij het ondernemerschap bent gekomen? Uh, ja. ja, dus ik, uh, mijn naam is Ruud, ik ben 34 jaar en um, ja, tegenwoordig ben ik ademcoach. En dan help ik mensen meer controle te pakken in hun leven. Uh, vaak mensen hebben ook stress, uh, veel ondernemers die ik help, en ja, die probeer ik meer in contact te brengen met zichzelf. Maar um, dat had ik zelf op een bepaald punt in mijn leven ook wel een beetje nodig. Uh, zoals je zei, ik ben uh, um, niet altijd ademcoach geweest. Ik heb hiervoor een andere onderneming gehad. Ik uh, ben hiervoor uh, tien jaar uh, heb ik een drankengroothandel gehad. En um, ja, in dat stuk ervaarde ik ook op een gegeven moment steeds meer stress en spanning in mijn lijf. En um, eigenlijk daarvoor nog uh, heb ik altijd last van eczeme en astma gehad. En hoe meer stress ik in mijn onderneming kreeg uh, met mijn drankgroothandel, hoe meer uh, ja, problemen ik uh, begon te krijgen, uh, fysiek ook... Um, en ik was altijd op zoek naar oplossingen. En die eczeem die werd ook steeds erger. En dat was eigenlijk vooral het ding waar ik op een gegeven moment naar op zoek was. Van hoe kan ik dit uh, voor mezelf oplossen dat het weer uh, houdbaar wordt? En omdat ik het al vanaf jong af aan heel uh, erg had... Um, en mijn ouders toen ook veel op zoek waren naar dingen om mij te helpen in de gewone geneeskunde... Ik kreeg ik veel zalfjes en dat soort dingen, maar dat hielp ja. allemaal niet. En... Ja, op het moment toen ik uh, ondernemend werd en mijn klachten weer erger waren... zocht ik eigenlijk een beetje buiten de normale westerse geneeswereld. En kwam ik op een gegeven moment erachter dat ik eigenlijk uh, gewoon heel veel last had van stress. Dus dat al mijn klachten een uitwerking waren van stress... wat ik toen totaal eigenlijk niet zo ervaarde. Dus, uh, ja, op een gegeven moment uh, ging ik dingen proberen en kwam ik bij een acupuncturist terecht. En die zei op een gegeven moment tegen mij... Ja, Ruud... Uh, ik had een paar sessies gehad en elke keer werd ik wel ontspannen. En op een gegeven moment zei ze tegen mij: Ja, Ruud, je kan eigenlijk helemaal niet ontspannen. Je bent altijd, je staat altijd aan, altijd gas geven. En ik zei: Nou, ik kan op zich prima ontspannen. Uh, want toen uh, ging ik nog veel op stap en uh, in het weekend uh, biertje drinken, zondag niks doen, allemaal prima. Maar ze zei: Ja, dat is geen ontspannen. Jouw lichaam zit gewoon altijd in die aanhouding. Ik wilde ook altijd meer groeien vooruit. Uh, en zij zei toen op een gegeven moment tegen mij: Je moet leren ontspannen. En die gaf me eigenlijk een ademoefening. Waardoor ik, uh, ja, op dat moment eigenlijk in paniek raakte. Want ik uh, begon allemaal dingen te voelen in mijn lijf die ik uh, helemaal niet gewend was. Uh, ik kreeg het helemaal heet. Het ging uh, vanuit mijn tenen helemaal richting mijn hart. En um, ik kreeg eigenlijk bijna een soort paniekaanval. Dat dus ik dacht: van, Wat is dit? Ik ga dood, ik krijg een hartaanval. En zij zei toen tegen mij: Ja, dat is niet. Uh, dit is gewoon de eerste keer dat je. Ontspant. Ja. En vanuit dat ding vond ik zo interessant wat daar gebeurde, eigenlijk dat ik dacht, ik moet hier meer over uh, leren en waarom weten we dit niet? En um, ja, vanuit daar ben ik uiteindelijk meer mijn eigen gaan verdiepen in wat kan ademhaling nou met iemand doen en uh, wat is er nog meer daarin uh, te vinden. Um, en zo ben ik uiteindelijk tot de beslissing gekomen mijn bedrijf te verkopen en een hele andere richting op te gaan. Dus, ja. ja. Ja, lang verhaal, heel, uh, heel kort gemaakt. Ja, ja, ja precies. Er een heleboel gebeurd. Maar dus in je, in je jeugd had je eigenlijk al, ja, was je altijd wel, zeg maar, druk had je veel stress, maar dat had je toen nooit zo, zo door dat dat, nee. uh, dat dat zo was. Nee, nee, precies. Ik was altijd eigenlijk ook wel, uh, ja, snel, uh, bij, bij wijze van vlieger ze noemde me altijd vuurig als het ware, weet je wel. Uh, dus ik dus stond eigenlijk altijd al aan, zelfs als kind al. Uh, vrij druk. En um, ja. Dan zie je dat allemaal maar als normaal. Uh, alleen later, als het allemaal serieus wordt, krijg je er ook serieuzere klachten bij. En uh, toen begon het, als het ware, te irriteren. Uh, van tevoren is, zie je het allemaal maar als: dit is wie je bent. Maar uh, dat is meer een bijzaak van hetgeen wat eronder ligt, als het ware. Ja. ja. En uh, ja, op dat moment uh, dat ik eigenlijk uh, die onderneming had, was ik eigenlijk heel erg op zoek naar externe validatie, ik wilde succesvol zijn en dat soort dingen en de ja, de uh, het jagen naar het dingen buiten jezelf, zorgde heel erg ervoor dat ik eigenlijk bij mezelf steeds meer vandaan liep. Dus ik ging heel erg in mijn hoofd le leven, ik probeerde een plaatje te leven wat ik wilde bereiken, inderdaad. Uh, maar daardoor verlies je heel erg de connectie met jezelf. Ja, ja. Want, want hoe was dat proces voor jou als als startend uh, ondernemer? Um, ja, hoe, hoe ging dat toen? Uh, heb je veel tegenslagen ook meegemaakt? Hoe, ja, hoe, hoe ging dat in het begin? Nou ja, hoe ik dus eigenlijk ondernemer ben geworden... Um, ik... Uh, ja, ik ben eigenlijk opgeleid als uh, grafisch vormgever. Dus uh, iets heel anders dan dat ik uh, uiteindelijk ben gaan doen. Maar uh, in die tijd van mijn school uh, raakte ik heel... Ja, ik vond de opleiding superleuk. Ik vond het creatieve proces superleuk. Alleen op een gegeven moment moesten we de dus stage gaan lopen. En uh, kwam ik erachter dat ik, uh, ja, ik deed webdesign uiteindelijk. En dat ik uh, heel erg op kantoor terecht kwam. En dat dat totaal niet matchte met uh, uh, ja, wie, wat, wat ik wilde. Want de hele dag achter een uh, computerscherm zitten werd ik eigenlijk doodongelukkig van. Ik wilde veel meer uh, met mensen bezig zijn, een beetje avontuur beleven en dergelijke. En het werd heel statisch als het ware. En in dat jaar kwam ik er eigenlijk achter dat ik iets was gaan doen wat ik helemaal niet wilde, en toen wist ik eigenlijk niet wat ik dan wel wilde. Um, en toen ben ik eigenlijk tot de ja, conclusie gekomen van ik vind reizen leuk, ik wil ontdekken wie ik ben, wat ik, uh, wat ik graag uh, zou willen doen, um, en ja wilde eigenlijk ook nog niet helemaal het serieuze wereldje aangaan. Um, dus toen wilde ik op wereldreis. En daarvoor had ik natuurlijk geld nodig. En toen, ben ik, toen kwam mijn vader eigenlijk op het idee van: uh, je gaat altijd op stap. Als je moet sparen, moet je uh, proberen geld te besparen. Dus uh, ja, in het weekend niet uitgaan, maar juist aan de andere kant van de bar uh, gaan staan, uh, zal je geld opleveren. Ja. Hou je geld in je zak en je verdient ook nog iets. Dus toen ben ik uh, barman geworden. En uh, ja, dat vond ik eigenlijk heel leuk. Ik ging een heel nieuwe wereld voor me open. Uh, vond het hartstikke leuk achter de bar te staan, uh, een beetje mensen vermaken. Um, en zo heb ik geld gespaard voor mijn reizen. Ja, na mijn studie ben ik uh, toen op reis gegaan samen met een vriend van school. En uh, daar al had ik al mijn geld opgemaakt. En uh, ben in Australië geweest en uh, Bali. En leuke tijd gehad, veel gefeest. En uh, kwam terug, al mijn geld op. Toen ben ik mm -hmm. weer in de horeca gaan werken bij dezelfde baas. Um, maar ja, het was altijd s'nachts werken en ik dacht, ja, dat wil ik ook niet meer hele leven. Maar ik vond wel het wereldje, het Horica-wereldje, heel interessant. En um, ja, ik wilde vertegenwoordiger of iets worden, dacht ik. Ik vind het leuk om met mensen om te gaan. Maar ik had natuurlijk helemaal geen papieren daarvoor. Um, dus mijn kansen waren redelijk beperkt. Uh, ik had een paar keer bij Heineken gesolliciteerd als vertegenwoordiger, nog bij een andere ding. Maar ik mocht niet eens op gesprek komen omdat je helemaal niet uh, gekwalificeerd bent voor hetgeen wat je wil doen. En toen had een vriend van mij, die had uh, een, uh, een partyverhuurbedrijf. En die verhuurde in het weekend wat barretjes en dingen. En die werd uiteindelijk benaderd door uh, uh, Horecabier. Dat is eigenlijk een uh, labeloos uh, ja, wel een A-kwaliteit bier. Maar uh, die, ja, er zit heel de merkbouw niet omheen, waardoor ze heel scherp de prijs aan kunnen bieden. En die uh, waren op zoek naar een agent bij ons in de buurt. En die hadden hem benaderd, maar hij deed het eigenlijk als hobby erbij... En uh, ja, wilde daar niet zo'n volledige beroep van maken. Maar hij vertelde dat tegen mij. Toen zei ik, nou, dat lijkt mij eigenlijk wel wat uh, uh, om die fust te gaan verkopen. Dan zit ik toch in die horeca en kan ik dat overdag doen. En uh, dus ik heb die man opgebeld. En eigenlijk diezelfde avond nog hadden we in een bos afgesproken. En uh, onder het genot van een biertje vertelde hij een beetje wat het inhield. En ik werd wel enthousiast. En ik dacht, ja, het is eigenlijk wel een uitdaging. En... Uh, te ben ik ervoor gegaan. Dus de volgende dag zat ik bij de KV van Koophandel. En uh, ja. was ik mijn bedrijf gestart. Gewoon gelijk? Dus, ja, gelijk erin. Zonder uh, eigenlijk erover na te denken wat het allemaal inhoudt. Dus ja. daar kwam pas daarna een beetje van... wat komt er dan allemaal bij kijken? En uh, wat moet je dan allemaal doen? Want hoe lang heb je dat toen gedaan? Um, ja, daar ben ik in uh, 2009, 2010 volgens mij mee begonnen. En ik heb uh, uiteindelijk tien jaar... Ja, negen jaar me trank-groothandel gehad. Dus, mm. uh, ja. mm. Het eerste jaar was dus alleen die fus te verkopen. Um, maar ja dan kom je bij mensen die hebben meer nodig dan alleen bier. Uh, ging qua barretjes erbij verhuren. Maar er werd natuurlijk ook wijn frisdrank gevraagd. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan net zo goed het uh, complete pakket uh, aanbieden. En uh, ja, zo is dat uiteindelijk tot een groothandel uh, gegroeid. Ja. 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 En als je daarop terugkijkt, is dat dan ook echt iets waar je wel van denkt van oké. Okay, ja, paste dat toen ook echt bij je of de, ben je daar eigenlijk gewoon helemaal ingegroeid dat je op een gegeven moment ook echt dacht van ja, wat, wat heb ik eigenlijk allemaal gemaakt en is het echt wat ik wil? Nou ja, uiteindelijk komen er dingen op je pad waardoor je uh, beslissingen neemt en dat het was niet helemaal van tevoren. Ik had me eigenlijk nooit gezien als uh, dat ik uh, op die manier een drankengroothandel zou hebben. Mijn vader heeft, is ook wel zelfstandig ondernemer, dus ik wilde wel eigenlijk altijd iets voor mezelf doen. Vrijheid vond ik heel uh, belangrijk. Ik kan er heel slecht uh, tegen als mensen mij moeten vertellen wat ik uh, ga doen. Dus een beetje een autoritair uh, probleem zeg maar. Dus ik wilde wel altijd iets voor mezelf, maar ik wist toen eigenlijk helemaal niet uh, hoeveel. Dus het was een soort samenkomst van omstandigheden waardoor ik uh, daarin ben gerold. Mm -hmm. Op dat moment vond ik wel dat het bij me paste, maar hoe meer ik eigenlijk in die onderneming groeide, hoe meer ik. Uh, andere interesses. Uh, uh, ja, ook van het ondernemerschap. Maar ik was eigenlijk altijd wel bezig. Ik vond het altijd interessant van waarom doet iemand nou wat hij doet? Maar daar bij mezelf niet altijd bij stilgestaan, zeg maar. Ja. En, en ja, ik vond het vooral vaak fascinerend om te zien... dat ik heel veel zag dat mensen niet het volledige potentieel uit zichzelf halen. En uh, dat ze helemaal niet weten waarom ze doen wat ze doen. En uiteindelijk was dat bij mezelf ook zo. Maar daar kwam ik... Achter. Toen, uh, ja, toen ik een beetje in het ademstuk uh, kwam. Naast dat ik bij die dame die acupuncturisten was, was ik tegelijkertijd eigenlijk ook voor mijn onderneming zat ik op een punt. Ik had wel door dat ik uh, veel stress ervaarde en dat het dingen anders moesten. Uh, want ik liep een beetje tegen het stuk van groei aan. Ik moest groter, ik wilde groter, ik wilde meer. En uh, ja, ik was online twee gasten tegengekomen, uh, David en Arjan van 365 dagen succesvol. Hmm. ik had me helemaal niet verdiept in wat we nou precies deden, maar ik had een soort seminar gezien over hoe je je bedrijf moest schalen en hoe we daarover praten, vond ik wel heel interessant. En ik dacht, oké, okay, die gasten snappen wel hoe je het maximale uit jezelf haalt. Dus ik had me eigenlijk ook wederom weer soort redelijk... Uh, in het diepe gerooid. Ja, precies. Ja. En ik heb me gewoon ingeschreven. Ja. En daar kwam ik er heel erg achter dat ik... Um, ja, hun zei, als het goed met je bedrijf moet gaan, moet het vooral ook goed met jou gaan. En... Daar kwamen soort vragen van: oké, okay, maar waarom doe je dat? Wat, wat vind je belangrijk? Uh, en toen ging ik over al die dingen nadenken. Wat ik altijd bij anderen dacht. Ik dacht, ik weet ik ook helemaal niet over mezelf. En op, ja, op dat moment kwam ik er heel erg achter dat ik uh, um, ja, niet per se aan het doen was wat ik uh, misschien gelukkig van werd. Ja want uh, daar leerden we ook een beetje, ja, dat was een beetje het eerste stuk waar ik uh, met visualisatie, meditatie als het ware in uh, aanraking kwam. En we moesten een bepaalde visualisatie over, zie je zelf over zoveel jaren, weet ik het allemaal wel. Waar word je rustig voor een gelukkig van? En ik zag mezelf allemaal op plekken die op dat moment niks met mijn leven te maken hadden, zeg maar. Ik zag mezelf rustig zitten in de bergen. Ik vond skiën wel leuk, maar ik zag me in één keer in de zomer daar zitten en uh, veel in de natuur, op het strand. Ik denk, nou, dit is allemaal niks in mijn leven, hoe als het ja. er nu uitziet. Mm -hmm. ja. en, uh, en toen kwam ik rijk achter dat ik heel ver bij mezelf, als het ware, vandaan stond in wat ik doe en wat ik zou willen. En toen dacht ik, oké, okay, ik kom nu op een punt in mijn leven van: uh, als je het nu niet verandert, dan ga je het waarschijnlijk nooit veranderen. Dus toen heb ik ook uh, ja, besloten van. Oké, okay, als dat is waar, wat ik denk dat me gelukkig maakt, of in ieder geval wat ik voel waar ik gelukkig van word, dan moet ik daar ook steeds meer gaan leven. En uh, ja, toen heb ik uiteindelijk mijn leven omgegooid om ook mijn bedrijf te verkopen en de keuze te maken. Ik ga steeds meer in uh, uh, ja, ontdekken wie ik ben. En ja. in die ontdekking is uiteindelijk er ook natuurlijk een heel groot stuk dat ademhalen voorbij gekomen om ook die connectie met mezelf te maken. Um, ja, en is eigenlijk mijn reis begonnen naar steeds meer leren kennen wie ik ben. En mm -hmm. dat probeer ik nu ook heel erg door te geven aan anderen. Ja, ja. ja. het is toch wel een heel, uh, hele fase waarin je dan... Ja, je hebt dat bedrijf, je gaat keihard werken... en je denkt dan van alles te willen en uh, dan moet je van alles van jezelf. Ja. Maar pas eigenlijk toen je, er, uh, toen je echt ja, naar jezelf ging kijken van... wie ben ik nou en wat wil ik nou en meer daarop ging reflecteren... kwam je er dus achter van, ja, de dingen die ik nastreef... daar, daar word ik helemaal niet per se gelukkig van. Nee, want we zitten natuurlijk ook heel erg in een... Uh, we, denken, we hebben altijd een soort plaatje voor ons. En dat wordt natuurlijk nu met social media alleen nog maar meer vaak uitgebeeld. Van oké, okay, zo ziet succes eruit. En uh, ja, uiteindelijk wil ik toch succesvol zijn en het uh, toe doen en uh, weet ik het allemaal wat. Um, en dan ga je dan nastreven, heel erg vanuit je hoofd. En um, denken van daar zit geluk en daar zit succes. Uh, dat is succes voor mij. Geld en aanzien als het ware. Ja. En dan kom je erachter dat dat helemaal geen. Uh, Kijk natuurlijk, ik zeg niet dat geld niet uh, fijn is, want dat is natuurlijk wel, maar um, de voldoening zit hem niet in dat stuk. En uh, in het jagen naar dat loop je eigenlijk helemaal leeg op, het, uh, uh, ja, op je interne stuk, als het ware. En verlies je compleet die connectie met jezelf. Hmm. En dat was wel wat er, ja, wat er eigenlijk daarna heel erg achter kwam, is dat ik totaal de connectie met mezelf verloren was. En mm. dat zie ik ook heel erg omheen. Dus als je dan weer terug gaat naar die vraag... van waarom halen mensen niet maximaal uit zichzelf... ze weten helemaal niet wie is de zelf als het ware. Ja. Ja. ja, maar dat is wel interessant waarom daar niet zeg maar... ja, ik bedoel, zelfs jij die mm -hmm. wel geïnteresseerd was... in waarom andere mensen doen wat ze doen... en mm. hoe je maximale potentieel eruit halen, dat je zelf die vragen niet stelt. En misschien komt nee. dat dan ook wel deels... omdat je in je hoofd al vast hebt staan van... oh, succes is dit. Ja. Dus daar ga je automatisch naartoe terwijl je helemaal nooit de vraag stelt van wat is nou mijn succes of wat is succes voor mij wanneer voel ik me echt gelukkig ja maar uh, dat begint denk ik in dat we helemaal niet worden geleerd om überhaupt af te vragen van wat wil ik we leven in een soort maatschappij waarin je heel erg voor het grotere plaatje als het ware wordt klaargestoomd maar helemaal niet uh, we leren niet om te voelen of om te af te vragen van uh, ja, ja hoe, wie ben ik of uh, wat vind ik belangrijk? Het gaat meer om van, vaak van wat vinden anderen van mij... of hoe hoor ik erbij en uh, wat kan ik daarvoor doen? Zeg maar. ja, hmm. Hoe pas ik zeg maar binnen de ja. maatschappelijke kaders... Ja. en uh, doe ik dat zo goed mogelijk in, uh, in de ogen van iedereen? Precies, en daar ja. zijn we constant een soort... Uh, uh, ja, naar aan het streven. Ja. Uh, en daarin, in die zoektocht, verliezen we eigenlijk onszelf. Hmm. Ja, van hoe pas ik in het plaatje... Uh, zetten we onszelf buiten het plaatje, eigenlijk. Ja, maar ja. Dat, dat is wel, denk ik, een de fase die je bij iedereen ziet. Van, uh, vooral in, die, uh, in de jeugd, dus uh, uh -huh. tijdens de middelbare school en de studie. Dan, is je, dan krijg je natuurlijk juist heel erg die, die groepsdynamiek, uh -huh. die sociale druk. En dat is eigenlijk de fase dat je jezelf gaat ontwikkelen. Maar dan ja, ga je misschien, ik denk dat iedereen dat automatisch doet, veel meer naar buiten toe leven. dan dat je echt juist gaat afvragen: van oh, wie ben ik nou en wat wil ik nou? Je gaat veel meer naar het externe toe uh, neigen. Ja, precies. En. Uh... Waardoor we dat eigenlijk ook heel veel doen, is dat we uh, graag erbij willen horen. Want wij als mensen eigenlijk een heel sociaal dier. Sociaal, sociaal zijn is heel belangrijk voor ons. Want als je terugkijkt naar vroeger uh, naar de Jaagse Verzamelaars, wij zouden het eigenlijk niet overleven als wij niet in een groep zouden leven. Want als ik uh, ja, in mijn eentje ben ik niet sterker als een leeuw. Maar met, uh, stel dat we met z'n drieën hebben maken een goed plan, dan kunnen we die leeuw verslaan. Dus ik heb jullie nodig om te overleven. Um, en dat zit nog steeds in ons systeem. Dus we, we zijn heel erg, we weten dat we als groep moeten functioneren om uh, te overleven. En daarom is ja, betrokken zijn in een groep heel belangrijk voor ons. Dus we willen er heel graag bij horen. Dat zit gewoon in ons oersysteem, in ons DNA, als het ware ja. ingewoven. Dat. Uh, acceptatie heel belangrijk is. Want als we vroeger in die groep zouden leven... in, uh, in de tribe, als het ware... en uh, jij zou mij niet aanstaan... en ik zou de, het stamhoofd zijn... en ik zou zeggen... Uh, jij moet weg. Mm -hmm. Dat betekent indirect de dood. En ons hele systeem is natuurlijk gemaakt op overleving. Dus als er ergens een angst voor dood wordt getriggerd... proberen we altijd eerst die op te lossen. Ja. En ik denk dat heel erg het erbij horen... van daaruit... Uh, Wordt bestuurd vanuit ons uh, diepere overlevingsmechanisme, als het ware. Ja, ja terwijl ja. eigenlijk ja, dus dat afwijken. Je wil eigenlijk niet je hoofd boven het maaiveld uitsteken. Nee, maar uiteindelijk, als je echt, zeg maar ja, jezelf wil zijn of je volle potentieel wil leven, ja, dan, dan kom je eigenlijk achter dat je wel zou moeten gaan afwijken. Want anders kun je ook nooit, kun je ook nooit anders zijn dan de rest of, uh, of jezelf verbeteren. Want dan ja, ga je alleen maar op de buurman lijken, zeg maar. Ja, precies. Ja. Maar doordat we dus heel. Ons proberen aan te passen aan de ander uh, verlies je, eigenlijk je authenticiteit, ja, ja precies. Ja. En ik denk dat uiteindelijk, als je echt inderdaad naar jezelf gaat leven, maar dus authentiek gaat zijn, dat juist veel meer mensen graag bij jou willen zijn, want dan word je echt. Ja. Maar dat hebben heel veel mensen, denk ik, niet door. Dat is eigenlijk de paradox. Ja. Je denkt dat ik je denkt van ja, ik moet op de rest lijken, want dat is veilig, ja, maar uiteindelijk, ja, als je als niemand echt weet wie je bent, hoe kun je dan echt met iemand verbinden? Precies. Ja. En ga maar na bij jezelf, denk ik. Uh, welke mensen vind je interessant? zijn vaak mensen die heel authentie uh, authentiek zijn. Mm. Dus die heel erg juist weten wie ze zijn en waar ze voor staan. En, um, maar de angst om dat te zijn uh, maakt je ook heel puur. En dan komen we altijd in een soort uh, ja, kwe uh, kwetsbaarheid. Want ja. als ik dus inderdaad boven de maaiveld uitsteek, dan ben je dus heel kwetsbaar, kun je ook afgewezen worden. Vindt ja. iedereen iets van je? En die angst laat, uh, houdt ons ook heel vaak klein. Ja. 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 En in die zin zit die beperking dus ook weer in je eigen hoofd. Want je houdt eigenlijk jezelf klein omdat je dan denkt van oké, okay, ja ik, ik moet dit niet doen of uh, wat zullen mensen van me vinden, dus ik doe het maar niet. Precies. Dus het is altijd het verhaal wat je over jezelf vertelt wat jouw grenzen bepaalt. Ja. 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 En, ja en, hoe, en daar moest ik ook ja, heel <laughs> erg achter komen. Ja. Ja. Ja, hoe, is dat, ja, hoe was dat toen de tijd voor jou dan? Dat, uh, ja toen gaan het ondernemen en uh, ja toen had je natuurlijk wat meer die gezondheidsklachten uh, zeg maar ja dus dat is steeds um, ja dus die gezondheidsklachten uiteindelijk al die dingen waar ik toen mee struggelde kwam ik eigenlijk pas later achter toen ik mijn bedrijf verkocht en toen ik uh, echt met mezelf aan de gang ging waar het allemaal als het ware vandaan kwam dus um, uiteindelijk heb ik mijn bedrijf verkocht toen ben ik op reis gegaan en uh, een van mijn eerste dingen waar ik toen achter kwam, was dat ik uh, heel bang was om te veranderen, bijvoorbeeld. En uh, ja waarom was ik dan bang om te veranderen? Precies voor die angst voor afwijzing. Dus daar leer je dan pas uh, uh, dat dat bijvoorbeeld een van je struggles was. Maar ik kwam er ook heel erg achter dat mijn eczeem... bijvoorbeeld op emotioneel stuk. Uh, was dat ik heel kritisch tegen mezelf was, dus ook in die onderneming en het streven vindt het nooit dat het goed genoeg is, heel hard voor jezelf zijn. En als je de emotionele betekenis, als het ware van extreem ziet, is meer strijd met jezelf. Dus ik was altijd een mm -hmm. strijd om het beter te doen, uh, anders te doen. Ja. En ja, daar kom je allemaal pas achter als je met uh, al die dingen is gaat aankijken. Ja, Weet maar... je, en dan zie je soort patronen die je ook al in je onderneming deed. Mm. Uh, um, Waardoor je uiteindelijk die stress krijgt, want ja, dus als je een soort in strijd bent met jezelf, jezelf niet goed genoeg vindt, ben je heel het aan het bewijzen dat je goed genoeg bent bij anderen. Dus ik was bijvoorbeeld in mijn uh, drankhandel heel erg, uh, als het ware was die gebouwd op please gedrag. Ja? Dus ik was de beste service, uh, ik probeerde altijd het goedkoopst mogelijk te zijn, omdat allemaal... Ja, daar zie je er nu die dingen in van ook voor mezelf misschien niet goed genoeg. Dus ik probeerde altijd die facetten te compenseren in mijn onderneming. Als uh, zie je, ik ben de goedkoopste, dus ik ben daarin de beste, ik ben de snelste. Ben, maar dat, uiteindelijk kost dat heel veel energie en daar loop je pleeg Want dat kan ja, helemaal niet. Ja, ja, je bent alleen maar bezig met de, de buitenwereld, please en alles eigenlijk weggeven van, je, van jezelf. Ja, precies, en ja. daarin vergeef je jezelf, uh, uh, ja. zeg maar. En dan kom je heel erg soort los te staan van jezelf. En wat is hier in het omslagmoment geweest? Want bij de vorige keer was het dus één goed gesprek dat je in één keer dacht van bam, nu ga ik het doen. En nu klinkt het ook best wel snel alsof je van, nou, je bent er eigenlijk achter gekomen dat je best wel veel in die stress zat en alles, en van dat je toen best wel snel bent overgeschakeld naar bedrijven kopen. Hm. is, ja, wat is er echt in dat proces gebeurd dat je toen in één keer van, nou toch die drankhandel naar het verkopen en dan naar Ademcoach gaat? Wat daarin is gebeurd. Ja, zeg maar. maar. Wat heeft dan echt die omslag gemaakt voor uh, dat je zag van oké, okay, dit is echt. Uh... Nou, eigenlijk dus doordat het me klachten na. Dus ik zat bij die, bij die acupuncturisten als het ware. En hmm. daar zag ik al de kracht van ademhaling. Maar die kwam ook weer terug in het uh, programma wat ik eigenlijk voor mijn business dus was aan het doen in dat 365 dagen. Uh, Succesvol. kwam weer een ademhoefening voorbij. En daarin. Uh, Gingen we echt een stuk dieper in die ademhaling. En um, ja, daarna voelde ik me echt als een soort uh, god uh, soort herboren. Zeg, maar ik voelde me zo goed in mijn lichaam. Ik was zo rustig in mijn lijf. Ik, die nacht, ik sliep, de, oh, in die fase sliep ik ook heel slecht. Ik had altijd uh, een soort binaural beach nodig om in slaap te komen en dat soort dingen. En die nacht sliep ik uh, supergoed um, en eigenlijk, ja, twee dagen later werd mijn examen ook rustiger en zag ik echt ook fysiek effect. En toen dacht ik al van, oké, okay, hier moet ik meer over leren. Dus eigenlijk door weer een intense uh, ervaring merkte ik dus hoe snel dat effect kon zijn. En toen raakte ik eigenlijk heel erg gefrustreerd van, waarom leren we dit gewoon niet uh, altijd, weet je wel? Dus vanuit die frustratie ben ik meer gaan zoeken naar, uh, oké, okay, hoe kan ik hier meer over leren en hoe kan ik hier anderen mee. Ja. Helpen en motiveren. Dus in dat proces van dat ik mijn bedrijf verkocht, was ik eigenlijk tegelijkertijd al wel bezig met. Uh, ik ben toen met uh, Tom, Tom van Huyssee was die Adam Coach die dat bij uh, 365 dagen uh, succesvol deed. Uh, ben ik in uh, contact gekomen en ik ben ook gelijk bij hem, als het ware, meer sessies gaan doen en erover gaan leren. En toen dacht ik, oké, okay, ik wil hier wil ik ook andere mensen mee motiveren. Dus dat was al soort van uh, in mijn hoofd bepaald op het moment dat ik uh, mijn bedrijf verkocht wel, ja. Ja. maar ik wist nog totaal niet wat dan de vorm werd en hoe ik daar mensen mee moest gaan helpen zeg mm. maar. maar eigenlijk doordat je zag wat voor effect het op jou had, ja. dacht je van nou dit is zo krachtig, hier moet ik eigenlijk wat mee doen. Ja precies. Ja, ja. en uh, ja ook omdat ik dacht waarom le waarom leren we dat niet? Want ademen is iets wat je doet vanaf de, het moment dat je geboren wordt totdat je je laatste adem uitblaast en dat je doodgaat als het ware. En daarom nemen wij het ook allemaal zo voor lief eigenlijk, omdat het iets is wat je heel de dag door doet. Maar uh, we staan er nooit bij stil hoe krachtig het is als je het op de juiste manier doet en hoe destructief het is als je het dus niet goed doet. Ja. En uh, ik durf wel te zeggen dat uh, 90% van de mensen niet goed ademt en daar heel veel klachten. Want wat is okay. niet goed ademen? Nou. Heel uh, tegenwoordig ademen we vaak veel te hoog in onze borstkast. Uh, er zijn heel veel mensen die door de mond ademen. We willen eigenlijk in het dagelijks leven zoveel mogelijk door je neus ademen. Je neus is gemaakt om te ademen. Onze mond is gemaakt om uh, te communiceren, te eten, naar binnen te werken. En uh, in een hele erge noodsituatie kunnen we hem als backup gebruiken om snel te ademen. Mm -hmm. Maar in de basis wil je altijd door je neus ademen. Je neus heeft ook van allerlei filters, uh, zorgt voor van allerlei processen dat ze ja, optimaal nitrogen, werken. Meer nitrogen. Ja. Hoe heet dat in ja. het Nederlands? Zuurstof. Nee. Is dat, nee. Uh, stikstof. stikstof. Stikstof, ja. ja. ja wordt uh, aangemaakt in je. Oxygen, ja. ja. Wordt aangemaakt in je neus. Ja. Um, en die processen gebeuren allemaal niet als je door je mond ademt. Mm. Uh, onze mond staat heel erg dus al met die actiemodes in uh, in verbinding. Dus als wij schrikken, als we uh, dingen. En je hebt die snelle mondademaling. Uh, geef je heel het lichaam als het ware een trigger van hey, er is paniek, er is stress. Uh, en als je dat dus op ja, heel frequente basis doet. Denkt jouw lichaam dus constant dat je in die overlevingsmodus zit. Ja. En daardoor krijgen we van allerlei andere vage klachten. Omdat het lichaam altijd aanstaat. Dus wat ik ook had. Het lichaam voelde zich eigenlijk als het ware nooit veilig, en uh, moet altijd op de hoede zijn. Mm. En ja, daar staan wij dus heel vaak niet bij stil. Nee, dat, dat je eigenlijk zonder dat je door hebt... zit je lichaam continu in een soort st stressmodus. Ja, ja, precies. Dus ja, vanuit je zenuwstelsel, maar ook gewoon vanuit je... Ja, dus vanuit je mind dat je waarschijnlijk heel erg druk bent... met allerlei uh, ja, externe prikkels die, die dus gevaar vormen. Ja, precies. Dus eigenlijk, ja. Ja, want als je ook met die ademhaling weer terugkijkt... naar uh, ja, de, de jagers-verzamelaars. Um, al die pro ja, er zijn van allerlei processen die uh, ik ik kijk eigenlijk altijd naar de mens. Ik zeg altijd we hebben oké, okay, we hebben een emotioneel lichaam en we hebben een fysiek lichaam. En die twee die werken altijd samen. En die worden eigenlijk als het ware aangestuurd door ons autonome zenuwstelsel. Dat is als het ware de software die die twee systemen verbindt. En dat autonome zenuwstelsel is heel erg hetzelfde als dat van onze voorouders, die jagers en En die stuurt van allerlei processen aan op een onbewust niveau. Ja, dus um, je hartslag, je ademhaling, je verteringsstelsel. Al die processen worden aangestuurd door dat autonome zenuwstelsel. Um, en die kent eigenlijk twee standen. Want de jagers-verzamelaars, onze voorouders, die hadden eigenlijk misschien wel een veel gevaarlijker leven als ons, maar het was ook veel meer zwart-wit. Want we waren of, laten we zeggen, veilig in de grot, of we moesten naar buiten om voedsel te verzamelen, te vechten, te vluchten, te overleven. En daar was dreiging, daar was stress. En um, het autonome zenuwstelsel kent dus eigenlijk die twee standen. Dus of uh, rust, de parasympathische stand zoals we dat noemen... in de rest and digest modus... of in die actiestand, fight, flight, vechten, vluchten, overleven. En stel dat we naar buiten moesten om voedsel te verzamelen... Dan, uh, en er was daar dreiging... dan moesten we dus het gebied goed kunnen scannen... op uh, waar de dreiging vandaan komt. Dus onze oogfunctie als het ware, die wordt scherper. We krijgen grotere pupillen... We kunnen beter het gebied uh, scannen op uh, dreiging. Vaak moesten we dus uh, rennen. Gaat onze ademhaling omhoog? Worden, worden we geactiveerd als het ware? Gingen we wat hoger in onze borst ademen? Je ziet ook van allerlei uh, sensoren die gelijk die adrenaline, cocktail van uh, dat soort dingen aanmaken. Onze hartslag gaat omhoog, doordat we wat hoger ademen. Wordt meer bloed rondgepompt naar de. Spieren, dus we krijgen meer spierspanning als het ware en naar de hersenen, zodat we meer prikkels kunnen verwerken waar de dreiging vandaan komt, sneller kunnen reageren. Um, dus die processen worden als het ware allemaal meer geactiveerd. Maar het lichaam probeert natuurlijk zijn energie zo goed mogelijk te uh, bewaken. Dus er werden processen die op dat moment niet uh, nodig waren, die worden als het ware uitgezet. Dus als wij naar voedsel op zoek waren, dan wordt ons verteringsstelsel. Is op dat moment, ja, we hebben geen eten, dus dat hoeft ook niet aan te staan, het kost wel energie. Dus onze darmstelsel wordt als het ware uitgezet. Vaak, als je wat hoger in de stress uh, zit, krijg je misschien ook een droge mond. Want het vocht in onze mond is weer gemaakt om de enzymen van ons voedsel af te breken. Dat is op dat moment ook niet nodig. Uh, dus die processen die, die, die worden uitgezet. En het andere ding is, als we aan het jagen waren, overleven waren, was, uh, ging het eerst om onszelf. Dus voortplanting was totaal niet belangrijk. Dus als we hoog in die stress zitten, is de seksuele drive eigenlijk ook, uh, gaat ook uit. Uh, voortplanting is op dat moment niet belangrijk. Um, ja, maar hadden we nou als het ware de beest geschoten en gingen we terug naar de grot, dan maakt ons autonome zelfs eigenlijk weer die shift naar die rustige modus. En dan, als we ontspannen, krijgen we in plaats van die focus juist een beetje zo'n glazige blik. Die hoge ademhaling gaat juist naar beneden, lagere ademhaling. krijgen we eigenlijk een ademhaling. We zeggen heel vaak buikademhaling. Maar het is eigenlijk je middenrif wat mm. ademt. dus is onze grootste spier in ons lichaam. Werkt als een soort blaasballen. Die hangt als een parachute in onze ribbenkast. En uh, die zorgt eigenlijk voor die lage ademhaling. Er dus zit, uh, werkt tegelijkertijd als een soort massageballig voor onze darmen. Dus de darmen worden weer geactiveerd. Het spijsverteringsstelsel spijsverterings, uh, uh, ja, gaat weer aan. Als we ontspannen beginnen we misschien wel zelfs een beetje te zeveren. Want er wordt weer vocht in onze mond aangemaakt, zodat we het eten goed op kunnen nemen. Dus al die processen gaan weer aan en alle andere processen gaan uit. Dus uh, er wordt minder uh, onze hartslag gaat omlaag, er wordt minder bloed rondgepompt naar de spieren. Dus spierspanning neemt af, minder naar de hersenen. We krijgen minder prikkels, minder gedachten dus in plaats van veel meer, meer gedachten, omdat we moeten scannen <tus> naar waar de dreiging is. Uh, zo werkt heel dat autonome zenuwstelsel. En al die processen gebeuren eigenlijk op een automatisch piloot. Alleen de enige die we daarvan bewust kunnen sturen uh, en op een onbewust niveau doen, is die ademhaling. Want ik kan jullie nou wel vragen, uh, gooi je hartslag even, uh, vijf slagen omlaag. Wordt maar, lastig. Eh, wordt lastig, ja precies. Ja. Maar ik kan wel vragen, adem is rustiger in door je neus en langzaam uit. Dat kunnen we dus bewust sturen. En doordat we dat uh, ja, zowel op een onbewust niveau doen, maar ook bewust kunnen sturen is het zo'n sterk en krachtige tool om uh, ons hele lichaam te kunnen reguleren. En daarmee kunnen we dus ook die stand van ons autonome zenuwstelsel uh, reguleren. Mm -hmm. En um, ja, ik zeg altijd, die ademhaling is een soort afstandsbediening... van ons autonome zenuwstelsel. En daarmee kun je dus schakelen. En um, dat is heel belangrijk. En ja, dat leren we dus nooit. Dus eigenlijk weten we niet eens hoe we ons eigen systeem moeten besturen. En dat ja. probeer ik mensen... ...heel erg te leren en mee te geven. Mm -hmm. ja. ja, en dan vaak misschien dus ook uh, zonder dat we het doorhebben veel meer in die stressmodus uh, zitten, waardoor dus eigenlijk ons systeem helemaal niet goed kan rusten en goed kan herstellen. Nee, precies. Dat, ja, we zeggen ook wel eens in de moderne jungle, maar er is dus continu natuurlijk uh, zijn er prikkels of gevaren eigenlijk die op ons afkomen. Ja, precies. Is zit continu? Ja, gebeurt er iets? Dat, dat ja. je zeg maar. Want we staan niet meer oog in oog met die uh, sablatantijgen, maar jouw telefoon, uh, de appjes die binnenkomen, de mailtjes, ja. de buiten auto's die je Elke. Uh... Uh, externe prikkel is als het ware een trigger voor dat systeem om aan te gaan. Maar als je dan niet weet dat het überhaupt aanstaat... en niet eens weet dat we het hebben of hoe het werkt... dan kun je er ook eigenlijk niks mee. Ja. Dus het begint altijd bij een stukje bewustwording... van hoe werkt nou eigenlijk zoiets en wat kunnen we ermee? Mm -hmm. mm. En als je dat op de juiste manier leert inzetten... dan uh, ja, kom je eigenlijk in een stukje performanceverbetering. Want wat zijn dan echt technieken waar jij mee bent begonnen... of wat jij als eerste hebt geleerd van oké, okay, dit heeft de meeste impact... Ja, nou, dus, um, waar ik me toen niet bewust van was, maar wat ik eigenlijk bij die dame, uh, bij die acupuncturist, was: uh, eigenlijk een soort, uh, zoals ik het nu noem, een down-regulate protocol. Dus je brengt je lichaam steeds meer, dus je vertraagt steeds meer die uitademing. Ik zeg altijd: inademing is piekspanning, uitademing is ontspanning. En als je dus je uitademing gaat vertragen, wat ik bij die oefening van haar heel erg moest doen, uh, dan komt je lichaam dus automatisch in een soort ruststand. Um, dus dat. Is één simpele techniekje waar het mee begon. Waar wat gelijk heel heftig effect op mij had. Mm. En daarna heb ik uh, die wat intensere sessie. dat was meer zoals ze noemen. Uh, transformatieve ademsessie. Dat ging heel erg op het emotionele stuk. Dus uh, ja, we zijn heel erg vaak het contact met ons lijf verloren. en zitten we dus heel erg in ons hoofd te leven. Uh, in de moderne uh, dingen. en daarin te bedenken hoe het zou moeten zijn. maar we voelen het heel vaak niet. En in zo'n transformatieve ademsessie ga je eigenlijk door middel van je een verbonden ademhaling, dus je gaat jezelf, we gaan echt wat actiever ademen, dus je zoveel mogelijk ruimte probeert te nemen, met zowel je inademing en een ontspannen te laten gaan. Kom je als het ware steeds meer in contact met je lijf. En um, ja, doordat je in contact komt met je lichaam en eigenlijk op een positieve manier je lichaam stress, want als we heel heftig ademen is ook stress voor het lichaam. Mm -hmm. En uh, wat er dan eigenlijk gebeurt is dat je ook in het emotionele stuk van je lichaam komt. En dat heeft eigenlijk meer met je brein ook in de basis te maken. Ons brein is opgebouwd uit drie delen. Het eerste stuk wat ik jullie net uitlegde, wat al die processen gebeuren. Dan zit je eigenlijk in je reptiele brein. Al die processen gebeuren automatisch. En dan zeg ik altijd: kijk maar naar een krokodil als het ware. Een krokodil ligt de hele dag uh, uh, rustig totdat het stresssysteem aangaat. Uh, valt bijvoorbeeld aan, gaat eten, stresssysteem uit. Mm -hmm. Dus al die basisdingen gebeuren in dat reptiele brein maar het tweede deel van ons brein is eigenlijk het emotionele deel van het brein. Uh, ja, vergelijk vaak met een hond. Stel dat je een hond zou hebben en komt binnen en die hond staat te kwispelen, die hond is blij. Gaan naar de wc, komt terug is die hond weer blij. Dus je zit altijd in zijn emotionele stuk. Uh, alleen wij hebben daar overheen nog een derde deel en dat is eigenlijk het rationele deel van ons brein. Met dat rationele deel van het brein kunnen we dus heel bewust zeggen tegen die hond denken, ja, ik heb je net al gezien, het is goed, zeg maar. Ja? Mm. Dus daarmee kunnen we heel erg bewust zijn dat we in het hier en nu zijn. Maar ook prima reflecteren op het verleden en uh, visualiseren over de toekomst. En dat is wat we tegenwoordig heel veel doen. Dus we zijn heel erg met de toekomst bezig, trekken ons constant uit dat nu, zeg maar. En, uh, of we zijn heel veel bezig met dingen die in het verleden zijn gebeurd, waardoor we nooit mm. in het nu zijn. En eigenlijk dat gevoelstuk. Uh, ja, als het ware weg uh, van springen. Doordat we altijd in, in de toekomst bezig zijn of in het verleden bezig zijn. Ja. En dan zijn we niet uh, gecent, als het ware. En door die transformatieve ademsessie, uh, stress je als het ware het systeem, maar ga je dus ook lager in het brein. Dus ja. hoe hoger de stress, hoe dieper je in het brein komt. En dan kom je eigenlijk in dat reptiele stuk. Maar daarvoor kom je nog in het emotionele stuk natuurlijk. En op het moment dat je dus. Met die ademhaling verbindt en gaat voelen. en in dat emotionele stuk komt. Het lijkt het net of dat er een soort tweede lichaam oppopt uh, bij de mensen. Um, en zitten daarvan allerlei emoties. Want alles wat wij in het leven als het ware fysiek meemaken. maar ook emotioneel natuurlijk. maar die slaan we ook op in het lijf. En omdat we altijd in dat rationele stuk van ons brein zitten. Uh, zijn we daar nooit zo mee bezig. We denken heel vaak... oh, het is wel goed, het gaat weer verder, weet je wel. Stel dat je hier naar buiten zou lopen... Um, en er gebeurt iets en je schrikt... en je verkrampt helemaal. Uh, daarna zie je bijvoorbeeld uh, dat die auto weer doorrijdt. Dan denk je... oh, de dreiging is weg, weet je wel. Maar je hebt wel geschrokken. Je hebt wel heel je lichaam aangespannen. En uh, het brein... snapt van, oh, de dreiging is weg. Maar het lichaam zit nog in die stress, in die spanning. En dat gebeurt heel vaak. Maar dan gaan wij gewoon maar door. Uh, en op een gegeven moment zit er zoveel spanning in je lijf dat het uh, ja, heel de tijd denkt dat het uh, in die dreiging zit. En door middel van die ademsessie kom je als het ware weer in het lijf. En ga je ook voelen dat er die spanning zit. Dus als het emotionele lichaam als het ware oppopt, kun je ook al die spanningen voelen. Uh, ja. En ook doorleven. Dan ga je pas voelen. Oh, dus dit zit, er, dit, dit, dit gevoel zit er, deze emotie zit er misschien aan die spanning gekoppeld en dat soort dingen. En dan kunnen we er ook los van komen. Dus ja. Die sessie leerde mij ook dat er zoveel spanning in mijn lijf zat. Waar ik totaal niet mee, uh, uh, ja, niet eens van bewust was dat dat er zat. Ja. Maar eigenlijk wordt dat altijd een soort van gedempt door misschien het rationele brein, dan zo van ja. Je bent altijd maar druk in je hoofd van ja. uh, allerlei dingen aan het bedenken, wat, uh, wat moet, of, uh, of ook weer stress eigenlijk in het lichaam aan toevoegen. En ja, precies. Maar waardoor je dus eigenlijk wat er gebeurt in je lichaam nooit, nooit echt voelt of ervaart. Nee, maar als je altijd bezig bent met straks als bewijzen van, ja. trek je je constant uit dat nu weg en uh, kun je dus ook niet voelen wat er in nu afspeelt. Ja. Dus dan, ja, ik zeg wel eens tegenwoordig leven we heel erg. Onze energie zit als het ware hier in ons hoofd, boven in het lijf. En we zijn helemaal die connectie met het lijf verloren. Ja. En um, door middel van dat soort ademsessies breng je eigenlijk die verbinding weer terug met het lichaam. En ga je weer voelen wat, ja, wat speelt er zich af, wat voel ik, uh, wat is belangrijk. En um, ja, dat is heel vaak ook stap 1, wat ik met uh, bijvoorbeeld ondernemers doe. Die zijn dus zo op dat rationele stuk ingesteld dat ze de connectie met het lichaam zijn verloren. En doordat je ze terugbrengt in connectie met, ze, met hun lijf, uh, gaan ze in één keer voelen van oh, het gaat misschien met op dit vlak helemaal niet zo goed. Of uh, uh, ja, ik heb mijn gevoelbewijzen van uitgezet en ik weet helemaal niet wat ik belangrijk vind. Dat soort dingen. Oh. En vanuit daar open je als het ware een soort uh, nieuw ding dat ze opnieuw kunnen gaan kijken naar van oh, wat zit er nu eigenlijk of wat speelt er? Ja, 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 dat dat gevoel ook weer mee mag gaan spelen... en dat ze dat ook kunnen gaan invoelen van... Uh, ja, wat zit er nou eigenlijk in mijn lichaam? Dat is wel mooi hoe je het nu uitlegt. Dan is het ook iets meer natuurkundig te begrijpen. Want heel vaak ja. als je als het dan hebt van... ja, je zit er erg in je hoofd... dan is het meteen, uh, klinkt het meteen een beetje zweverig. van ja, ja, weet je hoezo? Ik zit in mijn hoofd. Wat, uh, waar slaat dat op? Maar ja, het is ook wel echt dus daadwerkelijk zo dat... ja, je brein is gewoon heel druk... waardoor ja. je dus gewoon al die signalen van je lichaam... eigenlijk dempt de hele tijd. Ja, en wij leren dus niet in de, deze maatschappij als het ware voelen en gebruik maken van wat het lichaam je wil vertellen. Oh. Want ik geloof heel erg dat het lichaam uh, eigenlijk alle fysieke klachten... of dat soort dingen, is eigenlijk communicatie vanuit mm. je lichaam... dat die wil zeggen, hey, kijk hier eens naar. Mm. Alleen wij uh, ja, letten niet meer op de signalen. Yeah. Dus we leren niet meer eigenlijk met de tekenen van ons lijf om te gaan. Mm. En als je dat weer... Die connectie weer gaat herstellen, kan het in het voordeel voor, voor je werken, geloof ik ja. er heel erg. In. Ja, we hadden ja. vorige week Brian, en die zei dat ook al heel mooi. Die zei ook van ja, bijvoorbeeld ook trauma of, of dingen waar je mee zit. Heel veel mensen denken dan van oh, dat is verkeerd, dat moet ik oplossen. Maar het is eigenlijk een uitnodiging van je lichaam om te om te werken aan een bepaald deel. Wat, ja. wat jou dwars zit, of waar je wat van kan leren. Als je daar zo naar gaat kijken, kan je bijvoorbeeld ook met hiermee kijken, van oké, okay, al die dat gevoel wat vastzit, is ook gewoon weer een uitnodiging om te gaan kijken waar komt dat dan vandaan en hoe kan ik daarmee werken. Ja, om vervolgens weer ervan te leren en verder te komen. Ja, je leert heel erg door die, dat ding aan te kijken, meer over jezelf en misschien ook wel over je omge omgeving. En uh, ja, waarom doet mij dit überhaupt iets? Bijvoorbeeld, weet je wel. Hmm. Uh, iets kan je ook alleen maar raken als, als het in jou resoneert, als het ware. En uh, als je dan gaat kijken naar waarom raak ik met dit of waarom heb ik hier last van of dat soort dingen, dan kun je iets leren over jezelf, over het leven en verder brengen in jouw ja, levels als het ja. ware van het leven. Mm -hmm. ja. 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 Mm -hmm. En dat kun je dan weer ook vaak toepassen in je business. Dus da door dat juist die ondernemers bijvoorbeeld aan zichzelf werken, uh, uh, accelereert hun onderneming, omdat ze die lessen die ze leren over zichzelf ook weer in kunnen zetten in... Uh, uh, het bedrijf bijvoorbeeld. Ja, ja, dat is heel vaak. Je wil dan natuurlijk gaan sleutelen aan je business. Want je wil meer omzet, je wil meer klanten ja. en al, ook al die externe dingen. Alleen vaak heeft het meer te maken met wie je zelf bent en wat je over jezelf uh, vindt of hoe je jezelf ziet. Ja. En, en wat er eigenlijk in je, in je lichaam gebeurt. En uh, ja, dat je op die manier door zelf te groeien, dat je bedrijf ook pas weer verder gaat groeien. Zeker, maar uh, wij. Ja, we, we weten dus... Nou, je vroeg het net van, oké, okay, hoe ben je met die drankhandel? Maar we weten dus heel vaak niet waarom we iets doen. Maar we gaan ons steeds meer identificeren met wat we doen... en niet met ja. wat we voelen of vinden. En wat ik vaak bij die ondernemers ook vraag, is... oké, okay, maar uh, wie ben jij dan, weet je wel? En wie ben jij dan zonder je bedrijf? Dus als je het bedrijf wegneemt, dus wat je doet, nemen we weg. Wat vind je dan? Of wat, wie ben je dan? En daar weten de meesten geen antwoord op. En als ze dat wel zouden gaan ontdekken en weten. En dan kunnen ze implementeren in hun business. Dan zie je ook vaak dat die business ook steeds meer gaat floreren. Ja, omdat ja. ze ook weten waar ze heen willen. En het geeft ze, ja, en het geeft ze zelf veel meer voldoening. Want heel vaak het jagen op dat het externe weer, dus op dat succes of geld, of weet ik veel wat, komen ze heel vaak tegen dat er een soort leegte aan de andere kant zit. Mm, ja. Want dan hebben ze dat. Maar daarin hebben ze als soort uh, ruilmiddel uh, hun eigen gezondheid of uh, uh, gezin of weet ik veel wat hebben ze eigenlijk uh, ervoor ingerolen, als ja, het ware. Ze ja. offeren ze zichzelf eigenlijk op. Ja. Ten, ja. Maar uh, ja, ja. omdat ze eigen eigenlijk helemaal niet weten wat ze nou willen. Nee. Uh, ze denken oké okay, het succes gaat me brengen, of het geld gaat me dat brengen uh, en dan komen ze er een keer achter oh dat is het eigenlijk ook niet. Ja. En ja. als je het al in dat proces weet dan is het een mooi middel om de dingen te doen wat je eigenlijk Leuk en belangrijk vindt. Ja, maar dat is denk ik gaandeweg. Want dan kom je dus achter inderdaad, als ondernemer van ja, je hoeft niet per se jezelf helemaal op te offeren of wie je bent of je identiteit om dat bedrijf te laten groeien. Maar het kan veel meer hand in hand gaan eigenlijk. Ja, en ik denk juist als je wel jezelf durft te zijn in je bedrijf, zeg maar, dus je identiteit meeneemt, dat het vaak meer Versterker, versterkt. Ja. 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 Als je kijkt naar uh, bedrijven die succesvol zijn, vaak is het heel uh, duidelijk wat hun identiteit is. En uh, als je het dus niet weet, dan kun je eigenlijk ook niet duidelijk overbrengen van wat je nou wil uh, ja. doen. Ja. Want jij hebt toen een bedrijf verkocht. En hoe is die periode geweest daarna? Want ik bedoel, ja, hoe heb je het vervolgens weer opgebouwd naar een nieuw bedrijf? En wat heb je daartussendoor allemaal nog geleerd om op dat punt te komen? Nou ja, ik wist dus dat ik iets anders wilde en dat ik mijn leven anders wilde inrichten. Maar uh, ik had natuurlijk ook niet de skills die ik zou willen hebben om iets nieuws zoals het ware. Dus ik heb uiteindelijk mijn bedrijf verkocht. En toen ben ik uh, op reis gegaan. Uh, want ook al die. Ja, over het ademhalen, meditatie en dat soort dingen. Daar weten we hier misschien wel iets van. Maar in het oosten van de wereld zijn ze daar eigenlijk als het ware veel verder in. Weet je wel? Er zijn veel meer vanuit hun gevoel en dat soort dingen. Dus ik dacht, oké, okay, ik wil op wereldreis. Vond de, ja, in 2009 ben ik ook op reis geweest. van veel aan gehad. Maar er was meer feesten. Nu wilde ik meer op reis ook om. Mezelf te ontwikkelen, meer te leren. En uh, ik wilde natuurlijk. Ja, ik had met Tom al een stukje getraind die uh, met dat transformatieve adem. En ik wilde daar meer van leren. Maar ik wilde ook op reis. Dus ik zei tegen Tom, ik, uh, hij woont eigenlijk in Ibiza ook. En in Amsterdam. Ik zei, ja, maar ik wil op reis. Maar ik wil wel uh, opleiding uh, gaan doen. Hij zei, ja, ik ga ook altijd uh, naar uh, Thailand. Dus we kunnen ook daar uh, uh, trainen, zeg maar. En toen is eigenlijk mijn reis uh, gestart in Thailand, waar ik sowieso naartoe wilde. Uh, maar toen ben ik dus, ja, na een paar weken kwam hij dan ook. En toen ben ik daar een maand met hem samen met nog een paar Nederlanders, die uiteindelijk ook daarheen kwamen voor uh, een stukje opleiding, ben ik gaan trainen met het uh, ademwerk. Dus ik heb daar een maand lang met hem, uh, elke dag, een uh, paar sessies per dag. Uh, Eerste, uh, denk ik tien dagen lang alleen maar op onszelf. Dus echt door alle lagen van jezelf heen. En daarna heel erg... Uh, ja, er kwamen, we zaten op een, in Thailand, in Koh Phangan, op een deel van een eiland waar uh, van allerlei uh, andere mensen waren... die ook met uh, zichzelf bezig waren. En die kwamen elke dag als een soort uh, proefkonijnen... als het ware voor ons om uh, oh ja. die sessies te begeleiden. Dus, maar omdat je zoveel sessies draait... leer je heel veel over het menselijk lichaam. Je ziet dat heel veel mensen met dezelfde problemen... dezelfde... Fysieke klachten hebben, dezelfde ding. Mm. Dus je leerde steeds meer die, die mensen lezen als het ware. En ik kwam daar ook. Uh, uh, die week daarvoor was ik naar een soort festival uh, gegaan. Waar ook, wat ook heel veel met ademwerk en van allerlei dingen te maken had. Daar was ik weer een andere stroming van ademtechniek uh, tegengekomen: Soma Bread. Dus heel erg vanuit een stukje vanuit de yoga. In combinatie met uh, muziek, uh, klank en visualisatie. Uh, ademsessies, heel erg ook op het, uh, uh, op het hart gericht, zeg maar, dus op je hartritme variabiliteit. En uh, daar ook een paar sessies mee gedaan en dat voelde ook zo goed. Ik dacht, hier wil ik ook meer van leren. Dus ik ben ook bij hun uh, nog in de leer gegaan, uh, uiteindelijk. En zo kwamen er, ja, gedurende mijn reis steeds nieuwe dingen op mijn pad. Uh, en ik wist, ik had eigenlijk totaal niks gepland. Dus ik wist, ik wil naar Thailand, ik ga die opleiding doen. Daarna had ik eigenlijk een soort blanco. Maar. Je leert zoveel mensen kennen en die uh, steeds weer nieuwe dingen... En zo ben ik constant nieuwe dingen gaan uh, leren, als het ware. Ja. ja. Hoe was dat toen? Je had die, je had die business daarvoor verkocht. Ja. Had je toen echt wel een tijd financiële ruimte ook om dit te doen? Of was er op een gegeven ja. moment dat je... Want ja, je moet natuurlijk ook op een gegeven moment... Wil je weer een verdienmodel met, uh, met het ademen, zeg maar, uh, natuurlijk maken. Nou, ja, maar ik had mezelf een soort van geen... Uh, uh, dus ik wist wel, oké, okay, ik kan makkelijk uh, twee jaar... Uh, Zeker van het geld overleven, zeg ja. maar. Um, uiteindelijk is reizen ook wel, als je nergens naar kijkt... ook wel een dure aangelegenheid, ja. zeg maar. Maar dat uh, kon prima. Dus ik had wel voor mezelf die ruimte. Ik, uh, ik hoefde eigenlijk uh, niet. Maar het grappige is, als je altijd aanstaat en altijd bezig bent... op een gegeven moment uh, merkte ik dus ook... na anderhalve maand daar op Thailand... zat ik daar op een ochtend, uh, weet je wel... Precies dat beeld wat ik zou willen hebben, weet je, een rustige zee. Ik zat daar relaxed, ik hoefde niks. En eigenlijk voelde ik ook ergens dat ik dus uh, helemaal niet zo uh, blij was. Uh, nee. nee, want het kwam ook weer een soort leegte. Ja. En uh, ja, toen voelde ik van oké, okay, ik doe nu eigenlijk niks. En daar ben je dan een soort van ook niet gewend. Uh, en er kwam ook weer een soort leegte van. Dus ik had ook het gevoel, ik wil wel mensen helpen. En toen ik dat in gekregen, toen ging ik dus. Buiten dat ik gewoon vrij was, en niks hoefde. Ging ik ging gewoon ook niet eens, ja, soms wel voor een beetje geld uh, als vergoeding, maar eigenlijk gewoon mensen helpen. En zodra ik weer sessies begon te geven, was ook in één keer dat gevoel weg. En dat hoefde niet elke dag, maar dat ik gewoon wist, oh, ik draag ook weer iets bij. Want dat was heel erg, wat ik toen achterkwam, bijdragen is ook belangrijk voor mij. Want anders doe je het niet. Dus als je zo stilstaat, dan uh, is het ook weer raar. En toen ik dat wel weer begon te doen, toen was ook dat gevoel gelijk weer weg. Maar. Zo is organisch al tijdens mijn reis, als het ware, weer een beetje het ondernemen begonnen. Als het ware, mm, ja. 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 ja, dus niks doen is kan ook mooi uh, lijken, maar uh, voor mij was dat het ook niet helemaal, omdat je uh, dan dat gevoel van ik, ja, het boeit, allemaal niet. Uh, ja. Gaf me ook weer een soort leegte als het ware, mm -hmm. en dat ervaar ik ook al wel een beetje met. Uh, ja, vanuit een bepaalde overtuiging, als je niks doet, doe je er ook niet toe, weet je wel. Dus die moest ook als het ware uh, ingevuld worden. Ja. ja. En dat is denk ik voor veel ondernemers wel: uh, heel vaak werk je toch naar een punt toe van, oh, dan ben ik financieel vrij en dan uh, hoef ik niks meer te doen. Alleen ja. de mensen die wij spreken in de podcast, die zeggen uiteindelijk van ja, maar het gaat er niet om dat je dan de hele dag uh, op een in een hangmat kan liggen, weet je wel. Maar het gaat er gewoon puur om dat je in ieder geval. Keuzevrijheid hebt en dat je dan ja, iets kan gaan doen wat je misschien nog leuker vindt, of waar je nog meer mensen mee kan helpen. Ja, precies. Dat je dus wel een, een zinnige invulling aan je leven nog steeds kan geven. Ja, ja want nu, kijk, ik werk wel, maar eigenlijk elke dag, ja, uh, en ik moet ook gewoon werken voor mijn geld hè dan niet. Ja, zo, maar... ja. Um, het voelt niet altijd als werken, omdat je gewoon doet wat je wil. Dus nu heb je het vanuit een keuze gedaan, ja. als het ware. Ja, dus ik doe echt uh, waar, mijn, uh, ja, waar mijn hart ligt, waar ik vuur van krijg. En elke keer als ik die gesprekken met mensen heb... en ze gaan weer een stukje beter de deur uit dan ze kwamen, als het ware... dan geeft me dat zoveel voldoening dat het niet voelt als... Oh, ik moet weer gaan werken, terwijl ik op het eind van mijn drankgroothandel... Nou, ik niet eens op het eind. Altijd was het meer zo van, weet je wel, die kratten sjouwen of dingen doen. Het was helemaal niet leuk. Maar elke keer dacht ik, oh ja, maar dit is weer uh, bewijzen van een tientje wat ik naar binnen draag. Ja, en ja, ook ja. een tientje. Weet je wel. Het ja. dus drive was heel erg geld. En nu is het veel meer uh, dat het uh, ja, matcht met wat ik belangrijk vind. Maar ja. Ja. Nou, ik denk dat dat ook wel vaak het proces is van een ondernemer. En wat je ook helemaal uh, niet helemaal kan voorkomen. Dat je eerst gewoon ergens start, dat je kaart gaat beuken en dat je dat succes gaat uh, nastreven. En nou, sommige ja. mensen die zullen daar misschien altijd mee door blijven gaan, maar ook heel veel mensen die denken op een gegeven moment van ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Waar word ik eigenlijk gelukkig van? Wie ja. ben ik nou eigenlijk? En dan ja, ga je misschien hele andere keuzes maken in je leven. Ja, precies. Ja, en uh, wat ik dan heel veel merk is die mensen die bij mij komen, dat er altijd een soort mismatch is met wat ze denken dat het uh, is en hoe het in de werkelijkheid is. Dus uh, ze denken van dat brengt me geluk of uh, zo is, ben ik uh, gelukkig. En er zit altijd een soort mismatch. Dus uh, ja, wat is succes? Want voor de ene succes is het helemaal niet voor de andere succes. Maar heel vaak komt het eruit als je dus niet weet wat je nou leuk vindt. En je hebt wel de middelen, maar je, je hebt daar geen invulling aan, dan is het ook leegte. Mm. En dan krijgen ze dus daar stress van. Ja. Ja, omdat mm. ze dus ergens een soort wrijving voelen van dit klopt niet. Maar ze weten niet wat er niet klopt. En maar dat is. is een beetje waar ik ze dan in spiegel van, oké, okay, misschien uh, dit of dat. Ja. En juist met die ademhaling komen ze weer in dat gevoel. En dan gaan ze vaak voelen wat er eigenlijk. wat ze wel willen. Of wat ze. Ja, ja want hoe doe je dat nu? Wat zijn een beetje als iemand naar je toe komt. wat zijn technieken die je gebruikt. om mensen eh, daar dichterbij te brengen? Ja, dus het begin. de, 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 de basis tool is dus toch wel die ademhaling. om ze weer de connectie met het lijf te brengen. en dat soort dingen. Maar daarnaast uh, een stukje reflectie. Uh, ook vragen stellen, heel veel vragen stellen. Uh, meditatie. Dus bepaalde visualisatietechnieken, meditatietechnieken. Um, ja, ook wel een stukje... Het is, het is ook vaak... Uh, wat heeft iemand nodig, weet je wel? Dus je ziet op een gegeven moment... Oh, daar lopen ze vast. Nou, dan ga ik... of Bij de ene is het misschien wat meer coaching. Bij de andere is het juist echt het fysieke uh, werk. Uh, dingen opruimen. Uh, spanning uit het lijf hebben. Dus ook met, bijvoorbeeld met bepaalde bewegingstechnieken... en dat soort dingen. Um, ja, pas ik het aan op degene wat die nodig heeft. Maar de, de gro grote kern erin is vaak toch uh, leren het lichaam begrijpen. Ja, ja. ja. En qua ademhalingsoefeningen, want je hebt natuurlijk... De meest bekende is denk ik wel Wim Hof tegenwoordig. Mm -hmm. Ja, er zijn natuurlijk zoveel ademhalingsoefeningen. Wat is een beetje... Want jij hebt door de jaren heen zul je vast ook een hele hoop dingen zijn tegengekomen. Wat ja. is echt wat bij jou blijven hangen? Wat... Voor jou in ieder geval een beetje... Ja, vaak is het toch een, vaak een middenweg van verschillende technieken, denk ik, of niet? Ja, ja, wat het grappige was, is dat ik dus tijdens mijn reis... heb ik uh, van allerlei dingen, verschillende dingen geleerd. En ook van allerlei methodieken. Maar ik leerde uh, eigenlijk nooit echt uh, het stuk wat eronder zit, zeg maar. Dus wat de, de fysiologie eigenlijk van hoe werkt nou je systeem en dat soort dingen. Dus ook bijvoorbeeld Wim Hof is een methode, ja. Mm. En je kunt leren wat het doet. Maar als je niet weet waar, wat het nou doet of waarom dat zo werkt kun je er eigenlijk helemaal, niet, ja, kun je het ervaren, maar dan kun je het dus nog steeds niet sturen en dergelijke. En um, uiteindelijk kwam ik uh, een beetje aan het eind van mijn reis gewoon weer terug in Nederland. En Casper uh, van der Meulen had ik al een paar keer meegewerkt en kwam ik eigenlijk met hem een stukje van, ja, je kunt al die, hij zag ook bij mij, oh ja, je hebt al die technieken, maar je weet helemaal niet, precies niet wat er fysiologisch naar onder zit, van hoe werkt nou het lichaam en waar, waarom reageer je nou in? Uh, met die transformatieve sessie zo, en met, met Wim Hof zo, en met Bouteflika weer anders. Het zijn allemaal methodieken. Uh, maar als je de bron snapt, wat eronder zit, dan kun je al die techniekjes, die methodieken, kun je zelf gaan toepassen. Want dan uh, kan ik zien, oké, okay, jij ademt zo, dit, dan heb je misschien iets meer van dit nodig dan van dat. Maar als je maar één methode kent, uh, ja, dat de, de helpt niet voor iedereen. Als je super gestrest bent, dan ga je nog meer stress in jouw lichaam kan het ook averechts werken. Mm, ja. Dus dan moet ik jou eerst naar beneden leren brengen. Snap je? En daar, toen ik dat... Ja, als het ware de bron leren kennen, dus gewoon hoe werkt je lichaam en dat soort dingen, kun je van alle... Ja, dan heb je eigenlijk die methodieken niet meer nodig. Uh, ga je veel meer soort je eigen uh, patronen herkennen en elke keer op die mensen afstemmen. Maar in de basis, wat de meeste mensen nodig hebben, is überhaupt verbinden met het lichaam. En daardoor, door die transformatieve sessies, zie ik wel vaak het meeste inzicht in de mensen komen. Ja. ja. Dus er zijn eigenlijk drie dingen. Een uh, stukje emotioneel. Een stukje wat doe je in je dagelijkse ademhaling. En uh, laten we zeggen, het Wim Hof zie ik meer als een soort fitness. Dus hoe uh, versterk je je uh, stresssysteem en dat soort dingen. Ja. Dus dat is meer net zoals dat je naar de sportschool gaat. Mm. Maar ja, je bent niet heel hele dag gewicht aan het heffen. Snap je? Dus het is niet dat je dat heel de hele dag moet doen. Um, en alle drie de facetten komen voorbij. Uh, maar je moet wel leren welke tool moet ik op welk moment inzetten. Ja. Ja. Dus je bent eigenlijk veel meer gaan kijken, oké, okay, wat doen die verschillende methodieken nou met ja. het lichaam? En vervolgens echt aflezen bij mensen, oké, okay, hoe zit dat lichaam bij hun in elkaar? Wat, wat speelt er op dit moment af? Ja. En wat kan ik daarbij toepassen? Ja, Om het hun het meest te helpen eigenlijk. Ja, welke reactie geeft nou het lijf als ik uh, A doe of B doe? Snap ja. je? En um, ja, je kunt vaak al zien als ik mensen een paar diepe ademhalingen laat nemen: van oké, okay, waar zit het probleem als het ware? Weet mm. je wel? Dus er zijn, je leert op een gegeven moment bijna een lichaam lezen... en dan kun je heel snel daar uh, interventies op toepassen. Ja. Dus je ja. kan eigenlijk al na ademhaling al zien... of er bijvoorbeeld heel veel stress zit... of dat er heel veel spanning in het lichaam zit. Of... Ja, heel veel mensen die, die, dus die veel stress hebben... die ademen heel kort, oppervlakkig en snel. Ja. Ja, vaak hoog in de borst. Heel veel mensen met uh, schouder- en nekklachten... die zitten dus altijd zo te ademen als het ware. Zo, ja, heel overdreven, maar zonder dat ze het uh, uh, in de gaten mm. hebben... En er gaat heel veel spanning op het systeem zitten. En als ik dan de vraag van laat eens los, weet je wel, dus doen ze zucht. Dan kunnen ze bijna al niet eens meer zuchten. Dus dan ja, begint het eerst eens dus met leren iemand weer te zuchten of gapen. Ja. Gapen en zuchten zijn eigenlijk hele parasympathische triggers, als het ware. Dus ze willen ontspannen. Brengt je lichaam ook gelijk in dat gevoel van oh, het is oké, okay, het is veilig, kan loslaten. Maar als je dat al niet meer kan, dan moet je eerst dat gaan leren voordat je überhaupt uh, andere dingen gaat toepassen. Snap mm. je? Ja. Um, ik begin altijd met een soort assessment. Dus ga bij die mensen kijken van, uh, oké, okay, uh, doe ze een diepe teug in, uh, hoe vaak adem je per minuut en dat soort dingen. En dan, ga, ga, dan kun je al heel snel zien van, uh, bij ze van een profiel opbouwen van, oh, uh, dat is waarschijnlijk dingen waar je mee struggelt. En dan stel ik vragen en 9 van de 10 keer is het dan ook, ja, oh ja, daar zit ik mee of daar heb ik last van. Ja. Dan gaan we daarmee aan de gang. Ja. Mm -hmm. Ja. Dus je gaat eerst echt kijken, oké, okay, wat zie ik? En ja. daarna door vragen te stellen, oké, okay, klopt het met wat ik zie? Ja. En dan heb je eigenlijk een eigen soort diagnose en dan kan je daar maar mee ja. verder. Precies. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. En wat zijn een beetje de klachten waarmee de meeste mensen komen? Ja. Waar hebben ze vaak last van, fysiek of, of mentaal gezien? Uh, ja, de, de grootste dingen stress. En dat is dus uh, vaak onrust in de hoofd uh, uh, of slecht slapen, niet meer uh, goed. Ja, de, eigenlijk de basisdingen. Slecht slapen, nee, ja. niet meer goed naar de wc kunnen, uh, uh, spanning in het lijf, hoge hartslag, uh, onrust, heel veel spierspanning. Um, daar komen ze vaak mee, maar er ja, is vaak een soort conflict. Dus ze, ze voelen zich niet zoals ze zich willen voelen en uh, weten eigenlijk niet eens waarom. Mm. En daarmee komen ze. En dan komen er heel snel achter wat er eigenlijk onder zit. ja. 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 Maar het is toch ook wel... Ik vind het altijd wel apart dat sommige mensen gaan dan op een gegeven moment... die denken van, ja, oké, okay, ik voel me niet zo lekker in mijn... Ik zit niet zo lekker in mijn vel. Mm -hmm. Of ik heb bepaalde stressklachten en ik, ik ga daar wat aan doen. Maar dat is ook natuurlijk wel best wel een gros van de maatschappij... die gewoon, zeg maar, heel hun leven leeft. En die waaraan je gewoon op een gegeven moment kan zien van... Ja, er zit iets in je systeem wat gewoon zoveel stress veroorzaakt. Maar ja. die gewoon niet dat stukje bewustzijn misschien hebben... om te denken van, oké, okay, de, misschien is er iets. Misschien kan ik iets veranderen. Maar het blijft gewoon maar in dat patroon uh, rondgaan, weet je wel? Ja, ja daar ben ik 100% met je eens. Maar dat is eigenlijk het moeilijkste. Dus juist door dit soort dingen in de podcast... en dingen dat mensen misschien gaan nadenken van... oh ja, misschien ja. heb ik ook wel van iets last. En uh, beperk ze dan in het leven... zonder dat ze er überhaupt uh, uh, weet van hebben. Ja. Maar uh, ja, ik zeg altijd... als er nu iets in je leven niet zo is... zoals je zou willen doen... dan is het waarschijnlijk iets waar je aan moet werken. Mm, ja. ja. Dus als je niet tevreden bent, uh, begin dan met kijken hoe kan ik zorgen dat het daar wel tevreden over wordt. Ja. Alleen de mensen, ja, de mensen die ik help, zeg ik ook: ik kan je alleen maar helpen als jij wil veranderen. En waarom dus heel veel mensen dat niet doen, is de angst om te veranderen. Ja. En dan kom je weer terug bij die afwijzing. Want als ik verander en de rest vindt er iets van, uh, dan is er weer dreiging, gevaar. En daar zijn ze vaak bang voor. Ja, ja. Dus, Angst om te veranderen, zorg dat ze blijven doen wat ze doen. Ja, ja. zeker. Maar dat is wel heel vaak moeilijk. Dat Je, je ziet gewoon bepaalde mensen die, die, zeg maar, bepaalde stress hebben. Mm -hmm. Maar ja, zolang hun er zelf niks aan willen doen of er niet naar willen kijken, dan kun je eigenlijk ook niks. Je kunt ni eigenlijk niet helpen dan. Nee. Nee. Eigenlijk kan. Nee, dat klopt <laughs> wel. <wat>. <laughs> nou, ik kan jou alleen maar helpen als jij wil dat je geholpen wordt. Mm. Want. Uh, ja, ik heb op een gegeven moment uh, dus... Uh, in mijn reis ben ik ook teruggegaan. Uh, ik heb een tijdje in Ibiza gewoond. Samen met Tom, die ademcoach waar ik in het begin uh, zat. En daar deden we ook heel veel uh, sessies. En dat waren toch... Uh, ja, wat meer de... laat ik zeggen, de spirituele, de hippies als het ware. En ik kwam erachter dat er een bepaalde doelgroep was... die ook heel erg in een soort slachtofferrol zit. Dus die willen eigenlijk helemaal niet veranderen. Die mm. vinden het wel prima. Want heel vaak de slachtofferrol... levert jou onbewust veel meer op... Dan dat je eigenaarschap neemt. Want als je slachtoffer bent, dan overkomt het leven jou. Dan is het oké okay om zwak te zijn, want iets, iemand doet jou iets aan. Ja. Dan hoef je ook geen eigenaarschap te pakken. Maar de, de key is eigenlijk eigenaarschap willen pakken. Maar ik merkte toen heel erg: oh ja, die mensen, laten we zeggen, dan gingen we door een uh, stuk emotie heen, gingen we door een probleem heen, was het opgelost. En dan kwam het volgende. Want dan, ja. uh, dan eerst hebben ze zichzelf van stalen geheeld. En dan moesten de, de familielijn en dan uh, de rest van de wereld. En. Er was, bleef altijd maar pijn en angst en trauma. Ja. En toen dacht ik: ja, Dit is niet wat ik. Uh, weet je wel Dan kun je. Ja, het is een soort eindeloze put. Je kunt door blijven gaan. Naast een stukje. Tuurlijk moet je met je emoties leren omgaan en voelen. Maar je moet ook uh, vooruit willen. En ja, als je daarin wil blijven hangen. dan blijf je altijd slachtoffer van je leven. Ja. En die mensen. die kan je als het ware niet helpen. Dus ja. je moet dat eerst inzien. En het begint wel bij bewustwording. Want je kunt pas veranderen. als je er bewust van bent dat er iets niet klopt. Ja. Ja, maar... ja inderdaad, dat stukje actie ondernemen zit er dan niet in. Nee. Want die mensen die blijven gewoon eigenlijk eindeloos in die put van emotie roeren. Ja. Ja. Zonder dat ze vervolgens echt denken oké, okay, ik heb nu dit geleerd, ik ga ermee aan de gang. Ja. En als er dan weer wat opkomt, dan ga ik misschien een keer weer terug. Maar Precies. eerst aan de gang. Het stukje integratie en ja. uh, dat mist dan daar. En uh, blijft je altijd in die slachtofferschap als het ware hangen. Ja. Dus oké, okay, ik zie dit, ik voel dit, dit ben ik hiermee blij. Oké, okay, maar wat ga je er dan aan doen om dat te veranderen? En dat zit ook heel erg in mijn coaching. Oké, okay, wat is dan het stappenplan om dit te veranderen? Dus je ziet dat dit niet fijn is. Wat ga je eraan doen om dat te veranderen? Ja, ja. Ik denk dat dat ook uh, waar je het net over had, echt het grootste onderscheid is tussen uh, wat je kan doen in het leven, wat het verschil maakt, is of kiezen voor slachtofferschap, ja. bewust of onbewust. Of voor eigenaarschap. Ja. En dat is met alles. Maar het is voor heel veel mensen denk ik gewoon. Ook het makkelijkste om te blijven hangen in slachtofferschap. Want dan heb je zelf geen verantwoordelijkheid. Dan kun je er niks aan doen. Dan ja, mag je zielig gevonden worden, dan ja. heb je ook iets, uh, een soort van identiteit. Het van mensen van hier, dit is mijn verhaal. Ik ben zielig, weet je wel. Ja, en dan zeker. wil je op die manier ook weer aandacht eigenlijk krijgen. Ja, maar, maar de, het geeft je dus vaak meer dan dat het je uh, uh, kost. Ja. Dus als je als je altijd eigenaarschap neemt, dat kost het je ook altijd iets. Want als je dus iets niet. Als iets niet naar je zin is, dan is het dus jouw schuld, als het ware. Ja. En dat is voor heel veel mensen een soort te, spiegel die te hard is. Die, te pijnlijk eigenlijk. Die te pijnlijk <laughs> is. Ja. Mm. En eigenlijk uh, ja, begint het daarom bij bewustzijn. Want ook met mijn eczeem, uh, Ik zei altijd dat ik er van af wilde. Maar ik kwam er op een gegeven moment ook achter dat ik onbewust ook slachtoffer was van mezelf. Want mm. uh, het leverde me veel meer op dan dat het me kostte. Dus ik had er wel fysiek pijn van en weet ik het dan wel. Maar het was ook iets waar ik soort van achter kon schuilen, weet je wel? Dus uh, ja. doordat je, ik met een zielig bent, krijg je eigenlijk uh, ja direct aandacht. Mensen zien het aan je of ze vragen iets aan je, Weet je wel, al vanaf kind van of, of bij je ouder, of weet ik veel wat? Of als er iets uh, als ik iets niet wilde, uh, oh ja, maar ik heb last. Ja. Oh ja, dan hoef je het niet te doen. Hmm. Of uh, als iets niet lukte, ja, weet je wel? Komt omdat je, weet je wel? Zelfs in die tijd dat je in de kroeg stond en vrouwen aan het zien, als het dan niet lukt Ja. Komt omdat ik uh, weet je wel, ziet er niet aantrekkelijk uit, of komt het mijn examen... Dus je kon altijd de schuld buiten ja. jezelf leggen. Ook al is het iets wat je hebt, maar ja. je geeft iets externs de schuld. En dan blijf je altijd slachtoffer van je situatie. En Toen ik me daar ging inzien, toen kon ik het ook pas echt veranderen als het ware. Mm. Ja. Ja. ja, ik denk dat het stukje eigenaarschap, dat is wel echt een shift voor heel veel mensen, wat gewoon ja. Ja, toch heel moeilijk is, of moeilijk blijft, of dat ze misschien nooit echt dat bewustzijn hebben van oké. Okay, ik heb wel daadwerkelijk invloed op mijn omgeving... en op wat ik zelf doe... Ja. als ik daar dus eigenaarschap over neem. Ja, maar ik zeg ook altijd... het begint dan met bewust worden. Je bent eerst... Nou, wat je zegt, je ziet al die mensen... het gaat niet goed. Nee, die mensen moeten eerst bewust worden... dat er iets niet goed is. Ja. Hmm. Dan pas... Uh, en dan weet je nog niet hoe je het op moet lossen. Dus je bent eigenlijk eerst... ja, eerst onbewust dat er iets is... en onbekwaam om het op te lossen. Met het eerste begint dus... dat ik bijvoorbeeld tegen jou zeg... oké, okay, dit is... Als het ware niet goed. Dus dan word je er bewust van dat er iets niet klopt. Ja. Maar dan weet je nog niet hoe het moet oplossen. En dan ga je dat proces in. Dan kun je eigenaarschap nemen. Oké, okay, ik wil leren hoe ik dit kan veranderen. Of ik wil be bewust worden wat ik moet veranderen. En dan word je op een gegeven moment bewust bekwaam. En kun je dingen veranderen. Ja. En op een gegeven moment zit je zo in die verandering dat het een nieuwe gewoonte wordt. En dat je er niet meer over na hoeft te denken en dat het verandert. Ja. Ja, en over dat stukje eigenaarschap en excuses. Ja, ik heb daar heel vaak. Een soort van halve discussie over met mijn vriendin. Van mm -hmm. als ik dan bijvoorbeeld vertel van ja, maar je kan zoveel meer, alles is mogelijk. Dan krijg ik altijd terug van ja, maar voor jou is alles mogelijk. Want jij ja, hebt dit of je hebt dat, of je komt uit een goed gezin, of wat dan mm -hmm. ook. Maar daar is ook weer dat stukje van. En dan, zelfs al kom je uit een niet goed gezin of heb je echt een slechte situatie, zo so wat? Weet je wel? Wat ga je dan doen? Niet veranderen, niet die kans opzoeken. Er is eigenlijk geen alternatief. Als je wilt groeien, moet je gewoon ownership, ne ownership nemen. Yeah. Zeker. Dus dat is gewoon heel belangrijk. Want als je dat niet doet, ja, dan kom je ook nergens. Nee, daar ben ik 100% met je eens. Uh, maar, ja, heel veel mensen willen dat niet in. Of, de, 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 wederom is het makkelijker om te zeggen van, uh, weet je wel, van jou gaat het makkelijker af en, ja. voor, en voor mij is het niet weggelegd. Dus mm. dan dus zit ze nog in die slachtofferschap. Ja. En uh, ja, ik denk dat het ook... Dus eerst wilde ik ook iedereen, als het ware, mee op die ontwikkelingstrein uh, nemen. En weet je, ook oh, zie dat en dat gaat niet goed, maar dan creëer je ook heel veel conflict. Dus het is ook iedereen uh, dat punt dat ze inzicht krijgen: van oké, okay, ik moet mijn eigen leven creëren. Uh, dan pas kan ik. Kunnen ze geholpen worden maar ze moeten zelf die keuze als het ware maken. Dus je kunt ze wel af en toe die spiegel even voorhouden. Ja. Maar het is het moment dat hun kiezen ervoor van oké, okay, misschien zit er een waarheid in. Een, 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 ja, misschien is het ook wel niet waar, maar ik ga het nu onderzoeken. Ja. Dan pas kun je uh, ze gaan ja, helpen. Zeker, als het ware. Ja. Dus ik heb ook wel eens mensen bij me dat ik denk, ja, ik kan jou niet helpen. Mm, weet maar. je wel. Uh, <laughs> ja, als jij drie keer het verhaal, weet je wel, en maar dan hield het de ja, maar bijvoorbeeld. Ja, dan wil je dus eigenlijk niet ontvangen wat er, uh, wat er je aangeraakt wordt. Dus ik wil je iets geven, maar jij pakt het deelt niet aan. Ja, op een gegeven moment uh, probeer ik het op zes verschillende manieren te zeggen... bij wijze van, maar als je het niet aanpakt, dan houdt het op. Ja. En je maar, kunt ze alleen helpen als ze, als ze openstaan om ja, te ontvangen. Zeker, zeker. Ja, zeker. Dat is ook wel altijd grappig voor David Goggins... die mm -hmm. volgen wij allebei ja. wel heel erg... Ja. Die heeft daar ook altijd zulke mooie stukjes van. Dan zegt er bijvoorbeeld iemand zegt dan van... ja, maar jij kent me niet, weet je wel? Jij weet niet wat mijn situatie is. En dan zegt David Gorin, ja, ik weet hoe je bent. Want ik bedoel, dat is zo mooi met hem. Hij komt van zo'n slechte situatie. Ja. Bij hem kan je gewoon niet zeggen van... ja, maar mijn situatie was slechter. Want hij komt zowat uit de slechtste situatie die je kan hebben. Ja. En dat is vaak wel het verschil. En vaak zie je dan toch dat zelfs mensen als ze dat zien... dat ze dan zelfs toch nog excuses verzinnen... van waarom het dan voor hun niet zo is. Ja. Ja. Hoe diep dat dan zit om dan toch in, de, in dat slachtofferrol, omdat het dan toch zo makkelijk is om daar te blijven. Ja, 100% met je eens. En het gaat dus vaak over zelfbeeld. Dus wel, ja. welk verhaal vertel je jezelf? Mm. Weet je wel, ik ben zielig, ja dan. Uh, ja, Want is dat is wel moeilijk. vaak het ding wat me, de meeste mensen tegenhoudt. gewoon hun eigen verhaal wat ze over zichzelf hebben, waar ja. ze aan vast blijven klampen. Ja. ja, Maar dat ze altijd, als je altijd tegen jezelf hebt gezegd van ja, ik kan dit niet, want dit en dit is er gebeurd ja daar kom je gewoon heel lastig uit omdat letterlijk je bevestigt continu die identiteit en zie daar maar eens van te veranderen dan ja en dan kun je gaan vragen oké okay, dat is gebeurd wat heeft het je gegeven wat heb je daarvan geleerd en dan kun je door ja ja maar dat uh, dus dat kun je doen de vraag te stellen en dan is de vraag pik jij het op of niet hmm. dan kunnen we verder ja en uh, zal ik je proberen als het drie keer terug gaat naar het verhaal nog een keer op een andere manier te vragen, maar ja soms is het ook nog niet de tijd om het te kunnen ontvangen als het ware. Nee mm. klopt, maar ja je ziet nu wel steeds meer ook een beweging van ik bedoel die hele woke. De culture en zeg maar, mensen cancelen omdat ze bepaalde dingen zeggen. Dat is eigenlijk om de angst om te veranderen. Dus jij, jij roept ja. iets bij mij op. Jij roept pijn bij mij op. Want ja. Ja, ik weet diep, diep van binnen dat ik, het, dat ik het ook anders kan doen. Dus jij moet dat niet meer zeggen. Want mij, dat doet mij pijn. Ja. En dat is eigenlijk ook weer echt een hele grote beweging om toch die. Maar, ja, daar 100% mee eens. Maar iets kan jou alleen raken als je het zelf ook vindt. Stel dat ik noem jou nou blauwe smurf. Hmm. Ja, je bent niet blauw, je bent niet klein, je bent, weet je wel. Dus waarschijnlijk raakt dat je niet. Nee. misschien heb je ergens van vroeger nog iets zitten. Nee, ja. Smeer ja, ja. Nee, maar uh, dat, dat raakt jou niet. Maar als ik dus iets zeg wat jij onbewust ook over jezelf vindt, mm. dan kan ik jou raken. Ja, dat is wel heel ja, En daar zijn de mensen vaak bang voor. Dus ik mag niet zeggen wat jij zelf ja. ook weet, of eigenlijk wat je, je eigenlijk jezelf over jezelf vindt. Ja. Dus eigenlijk wat jou het meest triggert, daar liggen jouw le lessen. 100%. Ja. En dat is heel interessant, want ja. juist de meeste mensen, wat ze doen, als iets triggert, dan willen ze. Gelijk niet... tegenin bewegen, ja. gelijk boos worden, dat soort dingen, maar ja. daar liggen juist lessen. Ja, en wat we dan dus wilt tijd gaan doen, is uh, weerstand geven. Mm. Dus uh, wat ik dus straks in het voorstuk ook een beetje... Um, als je iets niet wil hebben, dus stel dat, je, dat we hier in een, uh, in een zwembad zouden zitten en ik zou een grote uh, bal hebben. En ik zou die bal niet willen hebben en ik duw die bal onder water. Dan is die bal er niet. Mm. Maar om die bal onder water te houden, kost het me superveel energie om die bal niet te zien. Dus ik ben de hele tijd die bal aan het tegenhouden en naar beneden aan het drukken. Maar om, ja, in het begin gaat dat wel. Maar op een gegeven moment wordt die spanning, dus die energie die ik het moet geven, wordt zo intens dat ik het niet meer kan houden. Schiet hij alsnog omhoog. Ja. En dan komt vaak conflict en uh, onrust. Weet je wel, angst om het wel aan te moeten zien. Ja. En uh, om die bal onder water te houden, ben je eigenlijk dus iets wat je niet wil hebben. Ook met die woke mensen, die willen iets niet zien en niet horen. Maar onbewust zijn ze het constant energie aan het geven. Mm. Dus het mag er niet zijn, maar ik ben het heel de tijd aan het voeden. Ja. Dat is wat er gebeurt. Ja, dat zie je inderdaad ja. wel. Hoe ja. meer energie er naartoe. Ja, je te probeert, hoe meer je het wegdrukt, ja. hoe meer het juist ook weer tegendruk gaat geven, ja. hoe harder het terugkomt. Ja. 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 Dus door het gewoon te kunnen zien voor wat het is, acceptatie als het ware. Uh, die bal te laten drijven in die pool. Ik zie wel dat er even uh, iets mm. niet zo mooi is. Maar ik laat het gewoon zijn en ik focus me gewoon weer op ons gesprek. Ja. Op een gegeven moment drijft die bal af naar de hoek. En is het allemaal niet meer zo belangrijk. Want ik hoef het ook geen energie te geven. Ja. Het is er ja. wel. Maar... Ja. maar dat is natuurlijk wel een hele lastige. Want ik kan me ook wel heel goed voorstellen, als jij iets ziet in de wereld waar je van denkt. Nou, van, oh, dat is echt niet goed. En je gaat je daar heel erg tegen verzetten. Want je hebt het idee dat je iets moet doen. Ja. Maar tegelijkertijd hou je het dan in stand. Maar dan is ook een beetje de vraag: van ja, ho hoe kan je het dan wel goed oplossen dat je er wel wat mee doet? Want je hebt het gevoel dat je er iets mee moet doen. Maar ja, tegelijkertijd, hoe meer je er energie aan gaat geven, hoe meer het ook terug gaat bewegen. Zeg maar, of hoe meer het tegendruk het gaat geven. Dus... Ja, maar de vraag is. Uh, dus je kunt zien dat er iets is, zeg maar. Uh, maar moet je het ook energie geven? Dus uh, door. Ja, bijvoorbeeld als mooi in die coronatijd. Dus uh, je had het soort voor en tegen, weet je wel. Maar ja. mensen zijn bang voor uh, corona en uh, de anderen die zijn bang voor de overheid, als het ware. Dus er zijn soort twee keer die druk. Maar je kunt er ook als derde naartoe zitten en het zien dat dat afspeelt... en zien dat er van allerlei dingen zijn, maar het gewoon accepteren als het is, als het ware. Ja. ja. Uh, dan zul je misschien niet die verandering, maar uiteindelijk... Uh, geeft het ook geen energie, dus sterft het ook af. Want niks, ja, als iets geen energie krijgt, gaat het uh, ook dood als het ware. Ja, ja, zeker. Dus Mooi ik daar... snap wel dat je verandering, uh, maar dat is mensen bewust maken van dingen. Ja. Uh, maar je hoeft niet altijd te vechten. Nee, nee, nee. meer als een spel gaan zien. Dus ja. dat je gewoon meer, ja, dat je er met een soort van Humor en juist ook een relaxedheid naar kan kijken, in plaats van dat je het allemaal zo serieus neemt. Want zoveel ja. mensen nemen gewoon de kleinste dingen. Zoals bijvoorbeeld als je een eigen webshop hebt, zoiets ja. vast we ervaren hebben dat een bestelling fout gaat. Hoe serieus mensen dat kunnen nemen. Alsof je ja. hun persoonlijk iets aanprobeert. De hele te doen. wereld vergaat. Ja, de hele ja. wereld vergaat. Ja. En dat is wel met een hele hoop dingen natuurlijk. Zo. Dat mensen het gewoon zo serieus nemen. Ja. Dat ze niet meer kunnen zien van dat het in het grotere plaatje dat het eigenlijk allemaal niet uitmaakt. Nee, 100% eens. En we nemen ook onszelf te serieus. Ja. En dat ja. doen we ja. nog steeds wel eens. Ja, maar dan maken we het ja. veel te serieus en belangrijk. Maar hoe speels je met dingen omgaat. Het grappige is, als ik dan kijk naar mensen, laten we zeggen verlichte mensen of uh, mensen die eigenlijk uh, redelijk goed snappen. Uh, de Dalai Lama of uh, vroege Boeddha of uh, mm. uh, eigenlijk een beetje hoe beter ze het, de, het leven snappen. Hoe speels die, die mensen worden. Die worden eigenlijk heel kinderlijk speels weer. Die nemen alles niet zo serieus. En wij. Uh, gaan vaak veel te serieus met dingen om... Uh, waardoor je ook de joy in het leven als het ware verliest. Ja. En je neemt jezelf zo serieus... Uh, en juist door het minder serieus te nemen... ga je ook meer uh, acceptatie krijgen... want dan hoeft ook niet alles uh, per se helemaal uh, perfect te zijn... en uh, wordt het allemaal wat ontspannender. Ja. Ja. Dus dat speelsheid of de, een beetje avontuur en het levendigheid... Uh, Zit ook in jezelf heel vaak een stuk minder serieus nemen dan dat moet? Ja, 100%. Ja. Ja. ja, die komt ook heel erg terug in een. Uh ja, eentje waar ik wel heel vaak naar luister sudden alignment van Ellen Watts is zo'n uh, ja die is van 16 minuten en dan legt hij dit hele verhaal eigenlijk ook heel mooi uit en dan komt dat ook heel erg precies terug dat mensen zien vaak juist mm. mensen die, die het allemaal niet zo serieus nemen dat zijn een beetje de outcasts de far mm -hmm. out people yeah. maar dat zijn juist de far in people want die houden juist het hele rad bij elkaar juist yeah. de mensen die het heel serieus nemen die zijn soms zo erg daarmee bezig daar zo involved dat, dat, die, dat die het gewoon het spel niet meer zien... en dat die daardoor helemaal juist de weg kwijtraken. Terwijl de mensen die het niet serieus nemen... of niet serieus nemen... Mm -hmm. maar in ieder geval die het ook de lol ervan in kunnen zien... en het spel kunnen we zien... Ja. dat die juist die mensen gewoon ook weer terug kunnen brengen... en weer een beetje bij zichzelf kunnen houden. Ja, precies. Wat er dus eigenlijk gebeurt... is dus als je heel, dingen heel serieus neemt... ga je vaak ook heel veel dingen kaderen. Ja. Ja. Maar ja. als je dus heel veel gaat kaderen... kun je helemaal niet meer het volledige plaatje zien. En uh, dus als je die speelsheid of het loslaat... Of niet weten hoe het zou moeten zijn, sta je dus ook open om te leren. is dus eigenlijk wat ook een soort kinderlijke mindset. Weet je wel, die kinderen die staan overal voor open en die kunnen alles nog. En uh, daar gaan we ook heel vaak op aan. Dus een soort Speelse energie en weet ik dan wel. Maar als je dus heel serieus wordt en je gaat alles zitten kaderen, is er dus ook weinig ruimte voor ander perspectief. Ja. En dat zorgt dus denk ik ook voor. Kijk. Uh, vernauwing, ook in je lichaam, mm. uh, zorgt voor minder ruimte, ook minder ademruimte als het ware, en ga je ook steeds meer gespannen en gestrest voelen. Dus hoe meer serieusheid, zeg maar, hoe meer spanning, hoe meer frustratie, uh, zeg maar, van dit wel, dat niet, uh, hoe ja. meer polarisatie als het ware. Ja, want dan merk je ook letterlijk als ja. jij bijvoorbeeld de ademhalingsoefening hebt gedaan, echt een diepe, ja. dat je gewoon veel meer open staat voor alles, Zeker. dat je ook je qua denken, je bent gewoon veel rustiger. Alles staat gewoon als het ware open. Dat kun je bijvoorbeeld ook hebben met, uh, met truffels of iets. Dat mm -hmm. je gewoon, dan ga je natuurlijk heel diep je lichaam in. En ja. dan ga je ook eigenlijk helemaal open staan. Dus je eigenlijk, hoe meer je naar je lichaam beweegt, hoe meer je ook weer open gaat staan voor al het andere. 100 Ja. ja. Maar ik ja. denk, ja, heel veel mensen zitten denk ik echt vast in die maatschappelijke rol van uh, dit ben ik. En uh, de, de wereld is heel serieus. En uh, ja, we uh, moeten allemaal onze eigen uh, wereldbeeld bewaken als het ja. Dus dat gaan we bevechten. Wel is niet eens niet, of weet ik veel. Maar als je dus. Als je daar eigenlijk vanuit gaat, ik weet het niet, dus uh, wat jij zegt kan waar zijn en wat jij zegt kan waar zijn, uh, dan sta je dus ook veel meer open om te leren. Als jij dus die kaders al gelijk hebt, uh, ontneem je jezelf als het ware je eigen groei en leermomenten. Ja, ja. Want je gaat niet, staat niet meer open voor nieuwe input. Nee. Want je weet al hoe het is. Je, ja, Je bent eigenlijk alleen maar je eigen waarheid aan het uh, bewaken de hele ja. tijd. En dus ook iedereen die dat dus in twijfel trekt, die ga je dus eigenlijk bevechten, want ja, die, die uh, ja, is eigenlijk een soort van bedreiging voor jouw identiteit en jouw waarheid op dat moment. Precies. Omdat ja, je wil kosten wat het kost, dat in stand houden. Jouw rol in de maatschappij, hoe jij het ziet, zo is het. Dit heb ik geleerd dit is hoe het is. Klaar. En als Ongeveer. iemand anders zegt dat het anders is, dan uh, ja, dan komt mijn identiteit dan in gevaar. Bevechten. En dan <laughs> ja, <laughs> ja. Ja. Dat zie je echt wel gebeuren. Ja, en hoe is, dat, uh, hoe kun je daar beter mee omgaan? Denk ik gewoon te zien voor wat het is en. Oké okay mee zijn. Dus ik hoef jou niet te uh, bevechten als het ware. Maar als jij als visueel kan ik zeggen wat ik zie en wat jij er dan als het ware mee doet, is dan weer het volgende ding. Maar ik hoef mm -hmm. niet jouw waarheid te veranderen. Nee. Maar dat is wel wat we heel vaak willen. Ja. En dat komt ook heel erg. Dan, als ik vind dat iets zo moet zijn, en jij gaat zeggen, oh, je hebt gelijk, dan krijg je dus weer een stukje waardering. en, uh, en dan voeden we eigenlijk ons ego met ook, oh, ik ben wel goed genoeg. Dus heel vaak uh, willen we in het externe de bevestiging halen voor onszelf. Van ik doe het toe, ik ben goed genoeg. En dan gaan we heel erg dat uh, bevechtende, belerende en dat soort dingen. Ja. Maar ja. hoe meer je al oké okay bent met hetzelfde, dus dat je het niet meer uit het externe hoeft te halen, hoe minder je die strijd zult hebben, denk ik. Mm. Ja, ja. En we hebben net al een beetje gehad over dat je in, dat wij in het westen veel meer in ons hoofd zitten en dat we daar echt onze energie mm -hmm. hebben gefocust. En in het oosten veel meer ja, centraal, misschien meer richting het hart. Ja. Hoe heb je dat tijdens het reizen... Ja, hoe, hoe was dat voor jou? Hoe zie je bijvoorbeeld... Le hoe leven ze anders? Hebben ze bijvoorbeeld bepaalde dingen die ze meer doen? Wat, wat zit daar echt het verschil in met ja, wat je eigenlijk bent tegengekomen tijdens het reizen misschien? Um, ja, kijk, die mensen zijn ook... Uh... Een stuk meer fysiek als het ware. Dus uh, die zijn veel meer met het live bezig, met het gevoel. Um, ik ben uiteindelijk Tha na Thailand ben ik naar India gegaan. Um, daarna in India ook trouwens. Ik heb er nooit zo'n intense wereld meegemaakt als daar. zeg maar. Die zijn altijd in je zone. Het is super druk. Uh, alle, uh, hoe zeg je dat? Al je zintuigen worden getriggerd door de stanken, de geuren, de, de mensen. Alles staat constant aan. Zeg maar ze zijn ook veel meer fysiek en daarna ben ik in Nepal gegaan uh, uiteindelijk in een klooster beland en daar zag ik ook bijvoorbeeld al die monnikjes vanaf jongs en waren dingen zijn, uh, die liepen hand in hand te knuffelen allemaal dingen die wij eigenlijk eenmaal niet meer doen maar wat uh, ja daar allemaal wel op gevoel en op verbinding zit snap je wij zitten veel meer van oh ja ik weet niet of ik heb, uh, mag ja, mijn eigen zon beschermen ja. uh, uh, je eigen ik bewaken, terwijl daar heel veel, veel meer met elkaar in verbinding staat. Ook allemaal dingen samen doen, weet je wel. Uh, samen zingen, samen uh, eten, uh, al die dingen. Dus veel meer op gevoel en op verbinding. Ja, ja en wat wij wel, denk ik, uh, weer mogen leren. Ja. Wow. Ja. ja, want waarom moeten we onze ik, als het ware, beschermen? Wat is er. Uh, ja, hmm. wij zijn daar misschien weer te ver in doorgeslagen dat we. Te veel op ons identiteit focussen en op ons eigen succes. Ja. Wat natuurlijk ook wel weer goed is, want het zorgt ook weer voor authenticiteit. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zorgt het misschien ook wel voor dat je weer afstand creëert. Dus dat het ook wel weer heel belangrijk is dat je misschien wel weer momenten hebt waar je wel weer echt die verbinding op zoekt met ja, gelijkgestemden of mensen Zeker. die waar je dat mee kan. Ja, maar als je uh, je kunt ook authentiek zijn en toch uh, uh, ja, in verbinding staan met die anderen. Ja, ja, Want het, het, het maakt dan niet meer uit. Uh, dus ik ben wel mijn ik. Maar stel dat ik minder om zou geven wat jij ervan vindt. kun je wel dus je ik blijven. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet in verbinding met jou hoef te staan. Nee. Snap je? Dus ik hoef het niet te beschermen. Nee. Ja, uh, kun je maar het meer je ik, wel... ik zijn als je echt in je lichaam zit, zeg maar. Dan... Ja, ik denk dat je jezelf veel beter ligt kennen. Ja. Als je ook weet wat er als het ware beneden je hoofd afspeelt. Ja, ja, ja. ja en, en als je dat gevoel gaat leren inzetten, wat ik zei. Het probeert altijd tegen je te praten en met je te communiceren, je lichaam. En als je dus meer in je lichaam zit en meer gaat voelen. Weet je ook veel beter van: oh, uh, dit raakt me, of dit voel ik, of hier wordt getriggerd. Dus kun je veel meer over jezelf leren. En leer je steeds meer jezelf kennen. Ja. En dan wordt het steeds makkelijker. Nou. Dus je moet niet denken. Uh, wij zitten heel vaak te denken van hoe zou iemand mij vinden of weet ik veel wat, maar je moet voelen hoe zou ik hoe voelt het uh, hier beneden? Dan heb je veel minder dat externe nodig. Ja, ja. ja. Als je natuurlijk in je hoofd vastzit, dan blijf je meer op het niveau van die identiteit en meer van jij en ik zeg maar en oordelen over elkaar. En als je ja. denkt meer naar dat gevoel gaat, dan kun je dat allemaal meer loslaten en hoef je ook minder dat ego eigenlijk te beschermen. Ja, ja, ik vind er van. Jay Shetty zei dat ooit een keer. Die zei, uh, je bent niet wie ik denk. Of, uh, ik ben niet wie ik denk dat ik ben. Ik, denk ook niet wie, ik ben ook niet wie ik denk dat jij bent. Mm. Maar ik ben wie ik denk dat jij denkt dat ik moet zijn. Dus zo gaan we leven. Het ja. is een beetje een hele uh, kromme. Maar het is ja. ook heel erg vanuit je hoofd, zeg maar. Dus dan ga je heel tijd, zeg maar gedrag vertonen... wat ik denk dat jij zou vinden zoals ik moet zijn. Mm. Snap je? En als je veel meer in je lijf bent... en meer connect met wie, hoe jij voelt dat je wil zijn... Dat het veel makkelijker wordt. Ja. Ja, ja 100%. Ja. ja. Dat is denk ik de, de uitdaging voor heel veel mensen om daar ja, met dat proces ook bezig te gaan en daar in te groeien. Ja, en hoe dat komt is dat, dat we altijd met uh, alles om ons heen bezig zijn. Dus met het externe en helemaal niet meer naar binnen gaan. Maar wanneer. Ja. Zeg maar, hoeveel tijd per dag breng jij nog door echt met jezelf? Weet je wel? Hoe, hoeveel tijd van de dag sluiten we heel het externe af en gaan we even naar binnen. Weet je wel? Vraag je jezelf af... hoe voel ik me? Uh, wat speelt er in mijn lichaam? Uh, wat, überhaupt... ja, wie ben je? Weet je wel? Af ja, en toe ja. in gesprek gaan met jezelf. Ja. Ja, dat doen we nooit. Even ja, maar geen daar ligt misschien ook wel de grootste valken. We denken altijd dat meer doen de oplossing is, maar misschien is al minder. minder doen, maar wel doen wat er echt toe doet, zeg maar. Want vaak zit je toch altijd met je eigen bedrijf ook weer van, oké, okay, ja, misschien moet ik wel twee podcasts per week gaan doen, misschien moet ik wel uh, drie posts per dag gaan doen. Ik noem maar wat, weet je wel. Ja. Dat je altijd meer omdat je denkt van daar ligt het antwoord, maar vaak zie je dan juist op de momenten dat je ja. echt rust neemt, dat in één keer allemaal dingen samenvallen en het dan in één keer wel goed gaat. Terwijl heel vaak als je dan juist heel geforceerd denkt van oké, okay, dit gaat de oplossing zijn en daar maar heel hard over door blijft gaan, ja. dan, dan komt er komt eigenlijk er bijna geen verandering. Nee, en dan ga je het allemaal proberen te creëren en te bedenken in je hoofd, zeg maar. Maar toen ik dan in Nepal was, uh, ben ik in het klooster en de eerste uh, ja, twee weken ging, uh, hadden we vooral lessen, maar het eindigde met vier dagen complete stilte. En doe je dus eigenlijk bijna helemaal niks. Je komt in een bepaald ritme en als het ware heel saai. Leven in de dingen die je doet. Maar juist doordat alles zo uh, tot stilte komt, zo helder en uh, duidelijk. Uh, uh, ja, wat er vanuit je wijze vanuit je ziel of vanuit je lijf komt, zeg maar. Ik ben er nooit zo creatief geweest als in die tijd. Uh, weet je wat? ik ging in één keer een soort gedichten schrijven en ik kreeg allemaal inzicht. Als ik dat nu nog teruglees, denk, oh, wat de fuck, dat heb ik niet geschreven. Zo, Bewijs van zoveel kennis dat er kwam. En uh, ja, wat de, de, de Boeddha daar uh, een mooi verhaal over zegt. Is, uh, uh, hij was met een van zijn... Uh, hij was een tocht aan het doen en hij kwam bij een meer zeg maar, met uh, zijn uh, disciples. En die ging water halen, maar het water was helemaal troebel en uh, uh, kon je, konden ze niet drinken als het ware. En hij zei, wacht maar, komt goed. En een uur later ging hij terug en het water was helder en uh, die man kon het pakken. Zei hij zei, je hebt eigenlijk niks gedaan. Maar je hebt wel helderheid. Het is nu wel helder. En dat is dus vaak wat wij niet doen. We zijn altijd dus, als je bezig bent, wordt alles troebel. Maar als je dus juist even vertraagt en niks doet. dan wordt je glas ook weer helder. Ja. Dan kun je pas zien wat er eigenlijk echt is. Ja. En dat doe ik dus ook heel vaak in die ademhaling. op het einde van zo'n sessie. als ze dan eigenlijk niks doen en helemaal in die diepte zakken. wordt alles helder en komen er allemaal dingen duidelijk bij mensen naar boven. Uh, en dat levert ze vaak meer op dan alleen maar dingen bedenken... hoe het zou moeten zijn. Mm. Ja. Ja. Ja, procent. Ja. Dus die leegte ook, uh, ook opzoeken. Echt die stilte. Omdat we hebben natuurlijk... Ja. continu die daar zijn we heel vaak bang prikkels. voor. Ja. ja. Dus eigenlijk is het ook... een soort van demping... of verdoving van... Uh, oh, ik, ik heb nu even niks te doen. Uh, ik pak even mijn telefoon... of ik uh, ga even muziek luisteren... of tv kijken of... Ja. ja Altijd ik... afleiding. Ja. 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 Dus... ja, ja dat is denk ik een... Uh, een belangrijk ding... wat we niet leren... Uh, Jezelf leren kennen door niks te doen met jezelf. En oké okay te zijn. ik was ook altijd bezig en aan het rennen en onrustig. Zelfs in mijn lijf. weet je wel. Dus ik kon niet eens de rust vinden om met mezelf te zitten. Zeg maar. en dan, ja, als je jezelf als het ware niet leuk vindt, bij wijze van, dan moet je eerst de vriendschap met jezelf gaan sluiten. Maar dan moet je ook oké okay zijn om met jezelf te gaan zitten. Ja. En dat is wat heel veel mensen proberen te ontwijken. Dus we vinden onszelf misschien helemaal niet zo leuk, niet zo goed, niet zo mooi. Dus ga ik ook niet met die persoon zijn. Snap je? Nee, Precies. Dus het is eerst met jezelf zijn, accepteren hoe het is. En dan ga je pas jezelf leren kennen en kom je pas veel meer uh, ja, in die flow als het ware. Mm -hmm. En dan heb je ook st steeds minder het externe nodig. Dus je hoef je mm -hmm. minder te rennen, gebeurt automatisch weer dat je meer in die helderheid komt. Ja, kom je in die positieve spiraal. Ja. Ja. Want hoe heb jij dat toen gedaan? Want je bent op reis geweest, daar heb je een hele hoop dingen geleerd. Hoe zorg je ervoor dat als je dan terugkomt in Nederland... dat je niet gewoon weer helemaal terugvalt in je oude patronen... en dat het mooie ervaringen zijn, maar dat er geen blijvende verandering is? Ja, dat is dus uh, het, het moeilijkste als het ware wat er is. Maar je, ja, ze zeggen wel, als je bent het gemiddelde van de vijf mensen waar je mee omgaat. Maar als je op reis bent, uh, laat je eigenlijk als het ware je oude omgeving los. Dus ik kon heel makkelijk veranderen en voelen van, oh, dit is wat ik wil. En ik wist het eigenlijk ook niet. Dus ik ging alle kanten op, alle dingen ontdekken. Nou, heel veel geleerd. En dan kom je terug en dan merk je inderdaad dat je toch weer in je oude patronen valt. Dus uh, ja. Dat is ook gebeurd, als het ware. Dus ik ging ook weer gewoon gedrag vertonen van... sociaal wenselijk bijna. Van je vrienden verwachten dat je weer mee op stap gaat... of dat je dit doet. En op een gegeven moment merkte ik... oh, maar dit werkt het toch niet voor mij. Dit is ook niet meer wat ik per se wil. Uh, en dan word je weer bewust. Kan je anders kiezen. Maar ik viel in het begin ook in bepaalde dingen terug. En toen merkte ik echt... oh ja, mijn gezondheid gaat weer achteruit... of ik uh, voel me weer minder fijn. Wat moet ik aanpassen? En dan moet je daarop een soort beslissingen gaan nemen en keuzes gaan nemen en ook uh, ja je begint weer met werken het leven overkomt je weer uh, oh ja maar de dingen door minder te doen of door even bij jezelf terug te staan daar ging je, je toch beter voelen Nou, dan moet je daar weer terug op pakken en ja het werkt ook een beetje met vallen en opstaan zeg maar maar hoe vaker je iets herhaalt hoe meer het een pad wordt hoe makkelijker het wordt weet je wel nu uh, uh, ja is voor mij veel makkelijker om uh, die meditaties gewoon erin te houden bijvoorbeeld dat is gewoon een, een, een patroon geworden maar oh. ja dat is ook met vallen en opstaan en dan weer wel dan weer niet ja. Met een beetje alles of niks uh, ja. gaast af en toe ja vaak dan dus uh, uh, bewust bewustwording creëren zelfs als je dan weer terug in die patronen gaat dan ga je het wel van jezelf zien en dan is het de kwestie van gewoon weer elke keer een beetje bijsturen van ja. naar wat, wat je weet dat goed voor je en is, jezelf eigenlijk. ook in die valkenhal... Uh, laten stappen zeg maar. Hmm. Alleen wat het dan vaak is, dus dan gaan we onszelf weer veroordelen. van het oh, is niet goed, want ik had het met mezelf zo afgesproken. Nee, oké, okay, ja, ik zie het dat het nu zo is, maar ik kan nou toch niet meer veranderen dat je het gisteren niet hebt gedaan. En nee. Ik begin gewoon weer opnieuw. Want dat is vaak wel waar je blijft hangen. Dan ja. ben je heel boos over dat je het hebt gedaan. En dan ga je daar weer de hele tijd over door, terwijl dat eigenlijk helemaal geen zin heeft. Dan krijg je zo'n soort dubbele afwijzing. Ja, krijg zo'n dubbele ja. afwijzing. Ja. En dat is wat er heel vaak uh, is. Dus oké, okay, ik het zien geen oordeel over hebben en weer opnieuw beginnen. Ja. Maar ja, dat is wel moeilijk. Ja, zeker. En daarom helpt het dus als je. Uh, ja, dat is ook wat ik vaak met uh, uh, mensen die bij mij in een traject zitten bijvoorbeeld. Juist zodat je dan iemand hebt waar je dus weer op terug kan vallen als het even niet lukt of die je motiveert daarin. Uh, helpt het om die verandering door te voeren. Mm. Weet je wel, je kunt niet in een week uh, alles veranderen. Stapje voor stapje, en steeds iets nieuws toevoegen. Ja. En dan helpt het op de lange termijn. En soms merk je, oh, dit werkt niet voor mij, of dit heb ik nu nodig. En de andere keer heb je iets anders nodig. Dus steeds met tools, als het ware in je gereedschapkist duwen, Zodat je het voor jou werkbaar kunt maken. Ja. En ik probeer altijd zoveel mogelijk als het ware gereedschap in die box te douwen bij mensen. Zodat ze daarna voor zichzelf kunnen kiezen. Ook oh, ik heb vandaag dit nodig, en nu dit nodig. En kijken wat werkt voor jou en dat gaan implementeren in je leven. Ja, en niet elke ja. keer als het dan even niet lukt, jezelf afwijzen, maar oké. Okay, uh, ik zie dat het misgaat. Waarom gaat het mis? Misschien moeten we het bijsturen. En dan gaan we nou zo weer verder. Ja, en ja. dat gaat het dan ook echt stap voor stap. Want vaak ja. dan wil je veel te veel dingen meteen doen en al die tools gebruiken. Maar het is wel echt ook een proces wat je dus stap voor stap moet gaan doorlopen. Ja. En dus ook moet accepteren bij jezelf. Van dat het nou eenmaal zo snel gaat als dat het gaat. En dat je dus alleen maar kan doen waar je op dat moment klaar voor bent. En niet in één keer. Nee, je kunt niet alles, in één kan keer doen. alles van. Maar nee. dat willen we wel vaak. Maar dan kom je weer bij hetzelfde: minder is vaak beter. Weet ja. je wel. Kies nou eens, oké, okay, welke werkt dus nu het beste voor jou? Pak die eerst. En als die erin zit, ik ga kijken wat je daarna bovenop kan stapelen ja, als het Ja, en inderdaad tijdens dat proces van oordeel dan ook weer niet te zwaar over jezelf. van Dat je dus bepaalde dingen niet doet of uh, niet hard genoeg gaat. Of... Nee, precies. En wat ik probeer is eigenlijk mensen dus zo kort mogelijke interventies te laten doen. Dus uh, nee. uh, stel dat ik jou uh, op dag één, je hebt nog nooit gemediteerd. En ik zeg, je, we moeten een uur gaan zitten mediteren, weet je wel. Dan ga je niet in jouw... Uh, dagelijks leven toe kunnen passen. Dus ik heb eigenlijk ook met ademoefeningen en zo mensen even naar beneden te brengen. Het zijn allemaal oefeningen van drie tot vijf minuten, zodat ze niet zoveel uh, tijd in beslag nemen. En dan geven ze natuurlijk ook wel wat langere dingen mee als ze daar ruimte voor hebben. Maar dat is niet de must. Probeer nou eerst eens die drie minuten of die twee minuten. Ga eerst eens een minuut proberen stil te zitten met jezelf. Ja. Weet je wel. Of check eens één ademteug, op een paar keer in de dag dan, in bij jezelf. Weet je wel. Even de moment weer terug bij je lijf, een keer diep inademen, even vasthouden. Voel weer, oh ja, wat speelt er in mijn lichaam? En weer door. Dus alleen al die kleine momentjes, dat gaat al een wereld van verschil ja, uh, maken. Maar we willen gelijk vaak, uh, oké, okay, ik moet uh, een diepe sessie, twee uur, en een bepaald iets bereiken. Maar je bereikt veel meer met die kleine stapjes. Ja, dus nou, die grens gewoon echt heel laag houden. Ja. Dat het gewoon, dat, dat je ook dat het te kan maken. Ja, dat je te gewoonte wordt. En dan ja. gaat de verandering plaatsvinden. Ja. Maar uh, een uur iets doen en dan heb je een heel heftige ervaring... kan ook helpen. Dat doen we in die sessies met mij, ja. zeg maar. Maar dat moet je niet elke dag van jezelf verwachten. Je kunt beter die kleine stapjes in je dagelijkse rituelen doen... en de grote dingen maak je apart tijd voor. Ja. ja, dat komt ook heel goed in het boek uh, Atomic Habits... die ik heb, die heb gelezen. Ja. Ja. Ja, die is echt precies dat. Dat je gewoon die grens zo klein moet houden... dat het gewoon bijna... Lastiger wordt om het niet te doen, omdat ja. je denkt van ja, dit is zo makkelijk, ik doe het maar gewoon. Ja. En dan steeds iets verder uitbouwen. En daar kan je inderdaad weer op doorbouwen, totdat je dan misschien een keer wel nou, één keer per week zo'n hele zware sessie gaat doen. Ja, maar ze beginnen dus bij mij allemaal met drie minuten oefeningen en op het einde vinden ze het fijner om een uur iets te doen, zeg maar. Ja, weet je wel? ja. 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 ja maar dat, dat bouw je op. Ja. En dan werkt het wel, denk ik. Ja, ja. zeker. En dat is ook mooi, want je, ja, je hebt het natuurlijk over ademhaling... maar je ziet dus eigenlijk dat het veel meer is dan dat het is veel breder. Het gaat eigenlijk om de, de hele persoon en alle dingen die daarachter uh, ja, zitten. Ja, dus ik noem me nog steeds ademcoach... maar eigenlijk <laughs> uh, krijg ik ook heel veel van mijn uh, mensen die bij mij komen terug... van het is veel meer dan dat. En het, ga, het gaat ook veel meer om het bewustzijn te veranderen... en dat je ziet waarom je dingen wil veranderen en dat toepassen. Maar ja, inderdaad, het is ademhalingsmeditatie, het, het is een stukje reflectie... Uh, oefeningen om jezelf uh, meer te leren kennen, ook af en toe uit je comfortzone stappen. Weet je wel bijvoorbeeld een ijsbad of dat soort dingen? Um, en het is het totaalplaatje wat uiteindelijk verandering brengt. Het is niet die ene tool, weet je wel. Maar ja, je moet toch een soort het beetje een naam geven. Ja. En, da en, en dat is wel de grote rode draad in alle sessies. Want dat ja, eigenlijk is het meer. Ik leer je weer uh, in contact brengen met jezelf. Ja. Dat is het, ja. En welke tools daar dan voor belangrijk zijn, dat ligt aan uh, wie jij bent. Ja, maar ik denk wel dat het echt in de toekomst ook veel groter gaat worden. Ik bedoel, je ziet nu toch ook wel echt een beweging... dat steeds meer mensen toch echt bewust worden van... oké, okay, met deze dingen kan ik zoveel meer doen... dan bijvoorbeeld alleen maar een medicijn nemen... of weer ja. naar de dokter gaan voor iets. Ja, het is meer een soort holistische kijk op uh, dingen. Het is niet één ding, weet je wel. Het is geen symptoombestrijding. Je moet kijken naar het hele plaatje. Ja. En uh, uh, ja, daarbij komt ook kijken... Hoe zie jij jezelf? Hoe denk je over jezelf? Hoe praat je tegen jezelf? Uh, uh, wat, ja, hoe voed je jezelf met van allerlei dingen? En als je naar het hele stuk kijkt, dan kun je daar in kleine dingetjes veranderen. En dan krijg je een hele andere output. Ja. Ja, ja, maar het is toch wel jammer dat toch vaak. Er wordt al, denk ik ook vanuit de wetenschap meer naar gekeken. En dat het wordt al wel serieuzer genomen. Maar toch vaak ook. Een klein beetje afgedaan als van ja, het is niet bewezen of ja, we kunnen er niet echt mee. Want ik bedoel, je hoor bijna nooit een doorverwijzing van een dokter naar, uh, naar een ademhalingscoach. Nee, nee, dat klopt. Maar het grappige was, ja. dat ik uh, in de coronatijd bijvoorbeeld, dat er wel uh, vanuit het uh, uh, ziekenhuis in Breda op een gegeven moment de in uh, uh, die, die dus heel veel COVID klanten. En toen zeiden ze, we zien dat er van allerlei problemen zijn, maar we, we hebben eigenlijk niet de ruimte en we kunnen ze niet eens helpen in die revalidatie, want er spelen van allerlei andere facetten. Mm. Dus er komt wel een soort herkenning van, oké, okay, alleen symptoombespreiden, dat helpt niet. Maar ik denk dat daarin nog wel een hele slag gemaakt moet worden. Het wordt wel steeds meer. Maar um, ja, als je gaat voelen dat iets uh, werkt en mensen gaan het steeds meer doorgeven, dan geloof ik dat die vlekken uiteindelijk steeds groter wordt en dat het ook daar terechtkomt, zeg maar. En ja. Uh, ja, hoe meer je dingen gaat uh, ervaren, moet het dan bewezen zijn... of als het dan voor jou waarheid is, is het dan zo. En ik denk dat dat steeds vaker gaat gebeuren. Zeker. En als mensen blijven delen dat ze dus daardoor positief veranderen... dan zal die sneeuwbal steeds groter worden, denk ik. Ja, 100%. En het is ook niet meer tegentou. Want ik bedoel, tegenwoordig kan je gewoon overal, nee. bijvoorbeeld met een podcast of een video op YouTube, je kan gewoon dingen uitleggen. En mensen ja. kunnen het dan zelf gaan doen en ervaren. Ja. En als ze daar positief, uh, ja, een positief iets bij hebben, dan uh, ja. Ja, ga je het vanzelf overnemen. Ik vind het ook het moeilijkste om uit te leggen uh, wat zo'n ademsessie doet. Dat is echt. Uh, het is ook bij iedereen natuurlijk, er zit wel een grote lijn in. Dus bij iedereen zijn beleving anders. Maar je moet het echt ervaren om te kunnen voelen wat het met jou voor jou kan doen. Ja. En dat is natuurlijk af en toe wel het moeilijke, maar daar helpen dit soort dingen inderdaad ook uh, aan mee. Mm -hmm. En hoe meer mensen dat gaan voelen en het gaan door, ja, het werkt als een soort vuurtje. Je steekt de, de mensen om je heen aan. Bij mij, uh, de mensen die naar mij toe komen, bijna altijd zijn ze doorverwezen, weer door iemand die ook uh, die ervaring nee. heeft gehad. En waardoor mensen het, de verandering zien en denken, ik wil dit ook. Ja. Dus dat is uiteindelijk de beste reclame die je kan hebben natuurlijk. Ja, zeker. Um, en op lange termijn denk ik dat dat uh, zo groot is... dat het ook met uh, de normale geneeskunde samen gaat zijn. Maar daar hebben we nog wel een slag te maken. Hebben we nog even tijd voor nodig, denk zeker, ik. Zeker, ja. Ja, want je ziet nu toch weer heel veel mensen... die ook wel uh, de lichamelijke, maar vooral ook psychische klachten hebben... dat die eigenlijk in het reguliere systeem komen ze gewoon niet verder. Maar nee, komen en, ze en ook niet met uit. de GGD en dergelijke. Die doen natuurlijk wel de best, maar ze hebben geen ruimte, geen tijd. En ze weten ook af en toe... Ja, Sommige problemen kun je niet met praten oplossen. Weet je maar, als jij, ik kan wel zeggen, jij moet je goed voelen en er is niks aan de hand. Maar als heel je, je lichaam in die overleving zit... Ja, dan ja. moet je eerst dat lichaam uh, uit die modus brengen... voordat je überhaupt kan gaan praten. Ja. En dat wordt er af en toe nog vergeten, denk ik. Ja, want dat is het echt vaak. Want dat heb ik zelf ook wel al ervaren. Als ik echt in die stressmodus zit... Ja. dan kan ik mezelf zeggen van... ja, er is niks aan de hand, het zit allemaal in je hoofd. Maar dan zeg je lichaam, die schreeuwt eigenlijk van... Nee. Nee, dat is helemaal niet zo. Als er tien signalen in jouw lijf zijn die zeggen, er, uh, ik word met de dood bedreigd, en jouw hoofd zegt als enige, dat is niet waar. Ja, ja. En dan winnen die tien signalen. Dus je moet eerst die signalen uh, weer tot rust brengen, als waar, zichzelf veilig laten voelen. En dan kan je met het hoofd gaan zien, oké, okay, misschien heb ik het zelf veroorzaakt door dit, dit en dit. Maar dat kun je niet in de eerste instantie. Want als je helemaal in die overleving zit, ja, dan kun je vertellen tegen je hoofd wat je wil, maar het lichaam neemt het over. Klopt. Ja. En. Uh, ja, als we die shift gaan maken, denk ik dat er inderdaad heel veel uh, verandering gaat uh, plaatsvinden. Ja, 100%. Ja. Ja. Dus leren luisteren naar je lijf. Ja. ja, en dan is er wel dat stukje eigenaarschap nodig. Dan moet je wel nog zelf er wat aan doen. En uh, ja, het is natuurlijk makkelijkst om gewoon een, uh, een pilletje te vragen. En, uh... ja. Ja, het begint met erkennen ja. dat er een probleem is en dat jij dat doet. Ja. Ja. Dus ik doe het mezelf aan als het ware. Ja. Mm -hmm. Dan kun je veranderen. Want als je het jezelf aandoet, kun je het ook jezelf uh, niet aandoen. Ja. Dus dan ben je geen slachtoffer en dan kan je het ook veranderen. En die mensen die dat willen, ja, die, die kunnen zichzelf genezen. Ja. ja. en in, in hoeverre zijn er je ook mensen die zeg maar, niet die capaciteit hebben om dat te doen? Zeg maar, ja, gewoon redelijk normale mensen. Maar er zijn ook best veel mensen die hebben... Ja, die zijn bijvoorbeeld depressief of, of wat dan ook. Maar ik vraag me dan altijd af van... Ja, kan er ook echt iets zijn waardoor je dus zeg maar uh, gewoon biologisch... dat het niet goed functioneert? Of is het bijna altijd wel iets waar je... Ja, waar je toch invloed op hebt op een bepaalde manier. Ja, ik denk dat er altijd wel invloed is. Maar het kan wel dat je. Uh, als het ware te ver naar beneden bent gegaan. Waardoor je eerst misschien ook wat uh, hulp nodig hebt. van uh, bepaalde supplementen of dingen om het lichaam even. Kijk, als je, stel dat je zo hard in die stress- en overlevingsmodus zit. dat je lichaam nergens meer op reageert. Dan kan ook ik dingen zeggen. Maar dan moeten we misschien eerst even het lichaam. een bepaalde extra boost, als het ware. Uh, geven, dat die. Uh, uit die overleving komt, mm. totdat je ze kan helpen als het ware. Dus ik zeg ook niet dat alles daarin uh, uh, niet nodig is als het ware. Nee. Dus soms hebben we even de externe tools nodig om je uh, te brengen. En als het dan weer redelijk richting die baseline komt, mm. kunnen we daarin doorpakken. Ja. 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 Dus uh, ja, uh, soms inderdaad hebben we wel even het lichaam. Uh, uh, een hulpmiddeltje nodig om te geven dat hij kan denken: ik ben weer veilig. Snap je? Mm. En uh, vaak heeft dat met vitamines bijvoorbeeld of uh, dergelijke te maken dat we die tekort hebben. Ja. Of geef het lichaam rust, <laughs> weet je wel. Uh, dus uh, als heel je lichaam schreeuwt, eigenlijk ik zit in die overleving, ik heb bijna een burn-out en je stopt niet, ja. dan is de eerste stap is inderdaad even uh, terugschakelen. En dan pas kunnen we weer opschakelen, zeg maar het lichaam weer door die emoties heen laten gaan, die stress geven als het ware, om er doorheen te gaan. Dus soms moeten we eerst wel even een andere tool toepassen voordat er uh, verandering kan plaatsvinden. Maar ik denk wel dat je het alles zelf kunt reguleren uiteindelijk. Ja. 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 Maar ja, de vraag is hoe ver heen zijn ze? Ja. Ik heb wel eens een dame gehad die uiteindelijk dan... Uh, uh, ja, heel het lichaam zat in die spanning en dergelijke. En het lukte gewoon niet om überhaupt te slapen... of ook om die ademhaling... elke keer je die controle weer terug over de ademhaling... en dat soort dingen. En um, die heeft toen wel, als, als het ware... een soort medicatie voor ontspanning gehad. Of ja, dat het lichaam even die, uh, in die rust... Toen sliep ze weer twee dagen goed. Even een soort uh, paardenmiddel erin. Maar toen, daarna, konden we wel die stap maken. Ja. En dat helpt dan... Dus net even uit die extreme stress ja. naar een iets mildere ja, vorm. En toen, en dan ja, ik oppakken. wil niet zeggen dat dat gezond is, maar ja, soms uh, moeten we even uh, noodmiddelen gebruiken, zeg maar. En uh, ja, op lange termijn dat erin blijven proppen, geloof ik niet dat het uh, altijd goed is. Maar korte interventie en dan door kunnen uh, weer uh, ja, je lichaam overnemen, dan uh, denk ik dat het wel helpt. Ja, zeker. Ja, je lichaam gaat reageren en als je zo de controle bij, kwijt bent, dan hebben we soms even iemand nodig die je weer stuurt. En dan kun je weer terug leren hoe je zelf achter de stuur moet zitten. Ja. ja. 100%. procent. Ja. Ja. Ik denk dat we al aardig wat hebben besproken. Ja, zeker. Denk ik ook. Ja, ik denk dat we nog heel lang diep op dingen in kunnen gaan en ook meer de spirituele kant ervan. Zeker. Maar uh, misschien moeten we dat bewaren voor een, uh, voor een volgend gesprek. Nou. In Als er, geval er is. genoeg views zijn, dan kunnen we nog een keer terugkomen. Ja, ja, precies. <laughs> nog een keer een verdiepend gesprek. Ja, ja, zeker. Nee, maar het is wel heel mooi om te horen inderdaad van hoe, je dat, ja, hoe dat proces bij jou is gegaan. En uh, die bewustwording en hoe je nu mensen daarmee helpt. En ik denk uh, ja, ook wel door het luisteren van die podcast en uh, naar, naar jouw verhaal. Dat uh, ook voor ons dat wij er weer uh, weer veel van hebben geleerd. Nog een meer een stukje bewustwording van wat er allemaal uh, allemaal mogelijk is, ook met ademhaling. Dus dat ja. is uh, super leerzaam. Mooi. Ja, bedankt dus, uh, dat ik uh, hier mocht komen in ieder geval. En, uh, ik vind dat leuk om mijn, uh, mijn deel te delen, als het ware. Dus, uh. ja. ja, super. Ja. Heel mooi. Daarna hebben we eigenlijk de... nog één afsluitende vraag. Als echt één ding is wat je zou mee mogen geven aan de luisteraars. Wat jou misschien het meest heeft gebracht, wat zou dat dan zijn? Zo. So. Eigenlijk dat je altijd zelf in controle kunt zijn. Dus ook al gaat heel de shit om je heen staat in de fik, zeg maar. Je kunt altijd terug naar je ademhaling en uh, voelen: van oké, okay, ik ben. Ik kan nog steeds bij mezelf zijn, zeg maar. Ook al vindt de wereld iets anders. Ik heb altijd mijn, mezelf en mijn ademhaling nog. Ja, dus je innerlijke kracht, wat ja. eigenlijk altijd aanwezig is. Zeker. Ja, ja. En uh, ja, zodra je weet dat je daarmee kan werken en daarop kan vertrouwen, uh, kun je ook in heel veel andere dingen loslaten. Ja. Nou, mooie boodschap. Nou, mooi. Gaan we mee afsluiten? Dank je. Ruud, bedankt voor de komst. We vonden super uh, dat je er was. En we willen de luisteraars en kijkers graag ook uh, bedanken voor de, voor de moeite. En uh, ja, dat jullie weer een aflevering van ons uh, hebben mogen kijken of luisteren. Nou, wil je nou nog meer weten over uh, hoe je eigenaarschap kunt nemen? Uh, hoe je dus erachter komt wie je precies bent en wat je wil doen in het leven. En dan vervolgens concrete stappen wilde ondernemen daarmee. Kijk dan even naar onze Ondernemend Academy. Linkje vind je in de bio en in de beschrijving. En we zien jou heel graag in de volgende aflevering gewoon weer terug. Tot ziens.